The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah ah, I'm here to you for the sword. Although it ergens over moet gaan, send the list Not the face! Glimmer some gun! Iddere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welcome to the AA. Hoog bezoek vandaag. Onze gast is een van het lands meest geliefde acteurs. Na een korte carrière als tekenaar slash ontwerper in de reclamewereld, besloot hij om voluit voor een acteercarrière te gaan en won meteen de eerste prijs Dramatische Kunst aan het Koninklijke Conservatorium te Antwerpen onder leiding van Luc Philips en Dora van der Groen. Hij maakte zijn acteurdebuut eerder in de kortfilm De Kist uit 1982. Na enkele jaren bij het reizend volkstheater was hij te zien in gastrollen, in reeksen als Oei Jacques, Alpha Papa Tango en films als Het gezin van Pamel en Dagboek van een oude dwaas. Hij speelde ook mee in de sketches van Gaston en Leo en vormde na het overlijden van Leo Martin zelfs een komisch duo met Gaston Bergmans. Hij werd echter wereldberoemd in Vlaanderen door zijn rol als cafébaas Oscar Krukke in de populairste sitcom aller tijden in dit land, FC De Kampioenen. Na vier seizoenen verruilde hij de VRT voor VTM en de kampioenen voor het enorm populaire Lily en Marleen. Hij zou nog in tal van andere reeksen op VTM verschijnen, waaronder Code 37, Familie, Cordon, Koning van de Wereld en de sketchshows De Gaston Bergman Show en Twee Straten Verder en nog veel meer om uh, vandaag nog op te noemen, anders duurt deze podcast vijf weken. Vanaf 2012 zou hij in zijn derde komische succesreeks terechtkomen, de hoofdrol in De Zonen van As als Frakke, uh, uh, de hoofdrol van Frakke zou hij dan vertolken, beter gezegd. Als theaterregisseur en auteur is hij uh, lid van de Comedy Company en de nieuwe reeks Frakken en Jempi een spin-off van De Zonen van Van As, zal vanaf 10 augustus op streams te zien zijn. Wij zijn in ieder geval al blij dat hem nog niet op pensioen is en dat hem nog even naar hier komt en dat wij deze grote meneer even bij ons kunnen verwelkomen. Welkom, Kari Goossens. Uh, welkom. Uh, dat, is, dat, is, dat is het minste dat ik ervan kan zeggen. Ja. Dat, wel, een serieuze welkom was. Uh, ja, dat Je hebt goed huiswerk gemaakt. Ik, ik, ik doe mijn best. Ik doe mijn best. Uh, Wikipedia is een redder van alles. Ja. Maar, maar dat moet wel gezegd worden. Ik had al wel door toen dat jij ging komen. Die heeft al wel wat gedaan. Ja, Zo, wat gedaan en he. het grappige is eigenlijk ook dat jij als acteur best laat begonnen bent, hè? is. dat niet? Bent... Ja, ja, ik ben ja. een late roeping. Hè. Ja. Ik, uh, ik heb inderdaad eerst in de Ik heb na de middelbare school. Heb ik in Brussel in Sint-Lucas gezeten, de afdeling plastische kunsten? En ik heb daar mijn diploma gehaald. En dan heb ik drie jaar gewerkt hier in Antwerpen in de toenmalige Antwerp Tower, die ze nu helemaal aan ja, ja, het ja, ja. bouwen zijn. Maar dat was ja. een reclamebureau, eh, advertising company, en daar werkte ik. En dan heb ik daar nog in hetzelfde gebouw, maar twee verdiepen lager, nog een tijd bij de, de, de Gouden Gids gewerkt, want in die tijd. <laughs> Ik spreek nu van 75. De gele telefoonboek. De gele telefoonboek. Nog? Maar wij moesten <laughs> al die kleine advertenties, ja. dan moesten wij met lettertjes plakken. En dan moesten wij met penselen tekenen. Oh. Dat was allemaal handwerk. Dat was een zaal van goh, misschien 20, 30 tekenaars. En dan kreeg jij smorgens zo een bakje op je op tekentafel gegooid met, met zes... Uh, klanten in En dan moesten ze zien dat je dat s'avonds gedaan had. En hoe lang duurde dat eigenlijk gemiddeld om zo'n energie in elkaar te puzzelen? Ja, dat was, sommige waren heel complex en dat je denkt, ja maar man, ik kan er niet wat minder op staan. Dat het er allemaal moet ertussen prutsen eigenlijk. Ja. Maar, maar soms waren dat dingen die vlug klaar waren, maar soms waren er toch een halve dag mee eentje bezig zo ja. En het, 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 het erge vond ik, en daarmee kan ik al zo'n beetje denken dit ga ik niet voor de rest van mijn leven <laughs> blijven doen. Dat was zo. Dan moesten om de, ik weet niet meer, om het kwartaal moesten dan bij de de baas komen van die afdeling en dan werd er een merit gemaakt. Dat is ook allemaal met Engelse namen. Ja, de, ja. Een merit gemaakt en dan uh, ik, ik heb nooit een goede merit gekregen. Ik, ik, ik zei, ja het, ja, het is goed getekend, maar je ge, haalt je quota niet. Je moet u zes per dag halen. Ik zei, mannen, wilde kwaliteit of wil ik hoe dat erop gaat dat is één van de twee en alleen toen <coughs> zeg ik er al niet meer zitten om <coughs> maar ik was ondertussen in Mechelen want ik kom oorspronkelijk van Mechelen um, in het uh, amateurtheater begonnen heel toevallig uh -huh. ik speelde in een in een café voetbal café Taxi en... Ik, begin, ik begin hier al een verband te zien met de toekomst. Ja, zo ja. zo'n theater, een caféploeg, het wordt angstaanjagend. <laughs> ja. Het is me nog nuttig geweest. Achteraf, ja, 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 ja. bij de opstand, van later op de kampioenen, was ik de enige die effectief die wereld kende van een een Een, een, volks, een caféploeg, een caféploeg ja. en zo. Ja. Maar de toenmalige voorzitter of ondervoorzitter, dat weet ik niet meer, die was toen ook uh, in het amateur toneel bij, bij een groep. En ja, dat was een enorm tekort. Dat was eind jaren 60, begin jaren 70. Een enorm tekort aan jonge mensen. De, de televisie was nog altijd heer en meester. Het uh -huh. theater ging ontzettend achteruit. Ja, we moesten jonge mensen hebben. En een van mijn beste vrienden, mijn jeugdvriend eigenlijk, dat is uh, mijn collega nu, uh, Vic de Wachter. <laughs> dat en, is ook weer grappig. En die ja. werkte op Antwerpen, in Antwerpen op de, op de, de, bij de tekenaars van de schelden, om de dieptes van de schilderen. En um, ik, ja, ik, ik, dat zei me wel iets, om iets, iets van toneel te doen, zo, maar ik kende die wereld niet. Dus ik, ik durfde niet alleen te gaan, ik tegen de Vic, Vic, we zullen gaan zot, <laughs> toneel spelen. niet. Zeg. Maar dan heb ik hem toch kunnen overtuigen. En dan zijn we er zo schoorvoetend op. Dan is daar een repetitie gegaan. van de toneelgroep Voortaal en Kunst. Want die mannen hebben allemaal ongelooflijke namen. <laughs> en dan ja. Voortaal en voortaal Kunst. En kunst ja. Mooi. 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 En uh, enfin, we, dan, we kregen dan een eerste rollen en dit en dat. En zo. Dus we kregen de smaak te pakken. Maar ja, ik zat in de reclame. De, 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 ik was en, we moesten beslissingen nemen en zo. En uiteindelijk heb ik op uh, was ik, 26. Op een 26 ja dacht, als ik het nu niet probeer, dan zal het uh, nooit niet meer zijn. Mm -hmm. Je moest natuurlijk wel in die tijd moest je een, 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 opleiding, je moest een opleiding doen. Ja. Anders kon je geen beroepskaart krijgen. Ja. Want dat was toen nodig. En als je geen beroepskaart had, een officiële beroepskaart, kon je niet in het beroepstheater werken. Ah, dus ook niet. Dus dat, ma dat maakt er niet uit wat voor diploma dat je had, maar je moest wel iets hebben ja, om die ja, kaart te nee, kunnen moest, Ja, nee, je moest, je ja. moest een, een eerste prijs ofwel van het conservatorium ofwel van de studio Herman. Ah, oké, okay, toch wel. Je moest en Dat was er... toch een gevolg dat schijnt uit... uit, uit in 1976 hebben de acteurs uh, in België, in, in Vlaanderen en in Wallonië is gestaakt. Mm -hmm. <laughs> Ze noemden dat... La grève des inutiles. <laughs> En dan, De staking uh, der nuttelozen, ja, fantastisch. Voilà. En, ja, dan, en, okay. dan, en dan zijn ze daar uh, ja, wat, meer, wat meer normen gaan stellen en je moest dus die kaart halen. Dus ik kon niet anders, ik kon niet zomaar toneel gaan spelen bij een beroepsgezelschap. Dus dan heb ik alles uh, overboord gegooid en dan um, heb ik ingangsexamen gedaan in Brussel en in Antwerpen. Studio niet, want het was vier jaar. Ja. In de conservatorium maar was drie jaar en je eerste jaar dat je werkte, dat, 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 dat telde dan als stagejaar, zogezegd. Oh, ja. Ja. Dus um, in Brussel was ik um, grandioos gebuist Alleen niet toegelaten. Zeg ik van Ja, mannetje, je bent al zo oud, 26 en... Het is er wel, maar het is allemaal zo klein bij u Het is zo... Oh, nee, nee, nee. nee. Mm -hmm. Maar ik had mij ook ingeschreven in Antwerpen en verder bij de Luc Philipsen en Dora. En daar was de klikker wel. Ja. En dan uh, ben ik begonnen. Ik was de enige jongen met negen meisjes. Die allemaal acht jaar jonger waren. Dus rond kerstmis dacht ik: Dit is het toch ook niet? <laughs> dit is toch. Nee, 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 ik kon dat niet doen. Ik, kon, ja, ik heb mij uitlaten, schrijf ik mannen, ik kon ermee stoppen. En dan heb ik hier in Antwerpen, want ik woonde toen al in Antwerpen. Heb ik zo van alle jobs gedaan: chauffeur, mm. uh, 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 gelegenheid, gelegenheidstekenaar, uh, uh, garçon, van alles gedaan. En dan had ik natuurlijk een job. Uh, in de reclame, Maar na een maand in de reclame terug, wist ik dat het een dag was dat terug ingangsexamen was. En het begon weer te kribbelen, zo het begon weer te kribbelen. En ik zei tegen mijn baasje ik, man, ik, kon, ik voel me niet goed, ik kon even naar roos, want uh, los dat conservatorium gereden. <laughs> <laughs> Door binnen gestormd <laughs> ja. En ik kom Dora tegen en die zei, Kari, wat kom jij doen? Zeg ja, mevrouw, ik zou terug willen beginnen. Oh maar mannen dat is allemaal niet zo simpel, je zei, allee, ik heb geen proef gedaan. Maar allee, je bent niet buiten gegooid, je bent niet gebuisd, je bent gewoon weggegaan en zo. Ze zei, blijf even zitten, en ze bieten we een leraarsvergadering, ik zal het erover hebben. Mm. Dus ik doe dat. En uh, ze deed het teken, het is in orde, ik terug naar het werk. Ik zeg, ik kon stoppen. <laughs> Maar ik had die één maand dat ik daar werkte. Heel veel overuren gedaan, want ik was alleen, ik had geen partner, dus ik, ik, ik gooide mij op dat werk. Ik zeg, laat ons een, een gentleman's agreement maken. Ik zeg, laat mij, ik laat mij nog een week werken en vergeet al mijn overuren die we mogen houden. Uh -huh. En dan ben ik uh, uh, verhuisd naar twee kamers in de Pijkenstraat in Antwerpen, met een klein Pombaksje. En op drie jaar was ik er dan uiteindelijk door. Maar nu komt de kloof van het verhaal. Ik studeerde af met eh, grootste onderscheiding. En de week daarna ik heb met mijn, met mijn diploma naar Brussel, naar de afdeling toneel van de Vlaamse letteren of zoiets. Voor mijn, mijn beroepskaart. En die mensen die dachten dat ik achter dat, dat orkest had, ah ja, 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 luistert. Euh, eigenlijk, hè, meneer Goestes, is dat niet meer nodig. <laughs> Ik zeg, wat? Nee, 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 dat is, nee, nee, ik, wil, ik, ik mag ze ook niet meer, die commissie, die, dat, die kaarten, die bestaan niet En dan ben ik, ja, toch maar begonnen. Ik ben een van de weinige beroepsacteurs van mijn generatie die geen kaart heeft, denk ik, mm. want, uh, Maar ja, bon, het uh, is niet dat het mij uh, werk gekost heeft, want ik heb meer dan genoeg werk gehad in, in heel mijn loopbaan, daar niet van <laughs> Het was wel, want je zegt, je, je begon eraan, je zat in een, in een klas met allemaal meisjes die veel jonger waren dan u. Dan had je het gevoel van: nee, ik wil dat toch niet meer doen. Hoe komt het dat je toch het gevoel had dat je dat terug wou doen? En waarom is het een tweede keer wel gelukt? Waarom ik het wel wou doen? Omdat ik had het al van bij, de, bij het, to, het amateurtoneel, toneel: dat, 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 dat ik zo gevoel, ik zit hier op mijn plaats. Dat is, dat, is, dat, is mijn, dat is mijn ding. Ik moet nog veel leren, maar dit doe ik graag. Uh, het heeft mij ook. Uh, de open opgegaan, want ik ben, ik kom uit een heel volkser uh, beurt, in Ja, ik wou eigenlijk vragen, had jij ooit ambities nee, in het toneel nee, nee, of nee, zat nee, dat nee. er geen familie of echt niks? Geen een mes in mijn familie die nee. ooit <laughs> toneel gespeeld heeft. Iedereen zei van de familie, wacht, god, ga gaan we toneel spelen, ze gaan dat zot, je zo'n goede prijs op reclamebedrijf, alleen wat doen we Nou, Mijn maar ik kom uit een, uit een heel volkse buurt. De goede ouderwetse aanmoediging van de familie, ja, zoals dat vroeger ja, ging. Ze ja. zeggen: zot, ja. al die is een diploma. Ja, maar. Is leer. Ik zal u <laughs> ik gewoon ik dat even tussengooien. Als ik dan mijn eindexamen speelde. Want als mm -hmm. ik dan terug begonnen ben, dan zaten we met acht. Mm -hmm. Met uh, drie jongens en vijf meisjes of zoiets. En ik ben de enige van de klas die eruit gekomen is. Oké. Okay. Er is is allemaal eraf gekomen. Gestopt, gevallen. uiteindelijk. Ja. ja. En ik speelde mijn eindexamen. Tegenover iemand uh, die het derde jaar over deed een de meisje. En uh, ja, oké. Okay. Moeilijk stuk, alleen voor studenten toch een moeilijk stuk. En uh, achteraf, de, toen was de dingen pas open pas geopend, de, de, de rode zaal in de bar van de, ja, de singel. Ja, ja. um, en mijn vader die altijd er tegen was dat ik theater deed, die was toch allee, ik had hem toch kunnen overtuigen dat ook we ook kwam zien. En na de voorstelling, we staan aan het toog en, en ja, dat werd zo'n kwartier, een, een half uur, drie kwartier. Ik ging de uitzag ja, ik heb het er maar een tutel, ik, ik kan het vergeten, want dat is het. En toen kwam, kwam de, 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 de uitzag, ik was erdoor, maar de juffrouw de, de, niet. En dat was dan nou een ambras van... Dan dat kun je niet weer met bloemen en zo <laughs> en, maar, maar ik stond daar helemaal... Ik was zo content dat ik dat diploma had. En, en mijn vader, ja, die was er dan toch. En die was wel aan het babbelen en die maakte zo aanstalten om weg te gaan. En ik, klon, ik kon me niet beheersen. Ik zeg: Pa, wat vond er nu van? Rustermannen zei: Als jij de rest van de leven de onnozel wil dat dan moet jij weten. En die ging buiten. En ik heb me toen die nacht, dat weet ik nog, straal zat in de palieter gezopen. Mm -hmm. Want dat was, was zo ontgoocheling. En dat, hij lang geduurd, dat heeft lang geduurd, tot ik de kampioenen speelde. Ja. En dan in één keer dan draaide hem bij en dan was het allemaal in orde. Maar er zijn jaren overgegaan. Dat ik, ja, dat is zo, dat is dat liedje van, van Bram van Meulen. Het is een wedstrijd, hè? Ja. Die je toch niet winnen kan. Dat is... ja. En ik probeer dat er duizend man in de zaal. Mijn vader was, ik, doef, ik hoop dat hij het goed vindt. En ik krijg kreeg altijd zo'n commentaar. Dat je denkt. Ja, man. Maar het is gedraaid. Dat is wel heel grappig, want ik heb gisteren een documentaire gezien op Netflix over Wham, hè, over die Britse hè, ja. groep in de jaren tachtig met George Michael. En uh, de, de vader van George Michael is een Griekse immigrant, hè, nee. want die heet eigenlijk Jorgos. Hè, en ja. en die, is, die zijn vader zegt op een bepaald moment dat hij tegen zijn zoon ook zei van. Als zei hij je leven aan het verknoeien met die flauwekul en je zei and you you also you can't sing to save your life zegt hij tegen zijn zoon ja. en dan daarna op het einde van die documentaire staat hij in Wembley volledig uitverkocht ja, 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 ja. en dan ziet zijn vader en die zegt I did a, a U-turn. Ik Zei die I am now like my that's my son. Tegen iedereen ja, ja, ja. kijk en die zei ik ben nu heel fier, ja. goed gedaan. Maar dat is toch wel. Maar dat was bij bevallen. Vaak krackend, vaak. De de ouders die moeten eigenlijk een beetje zeker ouders uit die en tijd. Ja. Moesten een gevoel krijgen dat jij daarvan ging kunnen leven. Ja voilà. Dat je je moet niet je ging moet zijn. Al, Ja. Dat al, was ze in de context van de tijd ja. zien natuurlijk. Ja. mijn ouders. Uh, ik ben van januari 1953. Uh, dus dat is acht, een goede acht jaar na het einde van de oorlog. Uh, dat, dat was een totaal andere mentaliteit. Dat was de wederopbouw. En je, moest, je moest goed studeren. En je, en je moest zien dat je een vaste job kreeg, dat je, dat je tot aan de pensioen werk had. Het was een totaal andere mentaliteit. Mm -hmm. En, en al, al wat dat zingt en, en danste en, en acteerde, ja, dat, die dat zijn amateurs. Hè, want uh, vroeger maakte men de joke. Dat, dat men dan een acteur zoeg: wat toonde eigenlijk voor de kosten? Ja. Dat was vroeger zo. Ja. Ja. Uh, was, het, was het echt zo erg? Was het zo erg? Ja, maar dat is wat dan... was een gemiddeld loon van een acteur? Oh, dat kan ik nu niet meer zeggen. Nee, maar in ja. verhouding tot bijvoorbeeld zeg maar, een, iemand die in de fabriek werkte? Of, of... Ja, het is ook te zien wat, of dat je bij een vast gezelschap. Want het theaterlandschap zag er helemaal anders uit toen. Hè. Ik had grote theaters, kleine theaters, allemaal gesubsidieerd. Uh, Um, de budgetten verschilden, ene theater kreeg meer dan het ander. Um, de directeurs, waaronder uw vader, die moesten goed zien wie ze aannamen, hoeveel mensen kan ik dat betalen. Um, dat was een heel andere wereld als, zoals, dan hoe het theater nu in, in, in elkaar zit. Het is helemaal veranderd. Maar um, voor mij is het zo dat uiteindelijk, als ik zo een, een, een opzomming maak van alles, met televisie maak, als je iets kunt maken op televisie, dat, Goed marcheert, dan kunt u een boterham verdienen. Alleen acteur in het theater, nu, kunt u van leven. En toen wel? Toen was dat wel. Toen, wel. toen was dat wel goed. Toen wel, dan. maar ja. dat werd natuurlijk ja. in die grote gezelschappen. Uh, ja, ik bedoel. Ja, dan kreeg je die verhalen van die acteurs die drie rollen op een jaar speelden. en de zwaarste loon van iedereen hadden natuurlijk. Ja. Dat was zo, ja, je werd, je, wij vielen onder de statuut van, van bedienden. En, ja, en, en jaren anciëniteit, dat gaat dus, zoals ze bij de bedienden doen. Maar dat was in een theater, dat is zo'n, ik moet het nu niet zeggen. Ja, ja, tuurlijk. Dat is zo'n up-and-down wereld. is dat daar, is die revolutie uitgekomen. Maar je kunt, ik bedoel... Als mensen aan mij vragen, ja mijn nichtje of mijn dochter wil gaan spelen, die wil... Ik zeg altijd, ziet ze iets anders doen. Dat ze wat ouder is om te beginnen. Dat ze dat niet als nog warm van het middelbaar... In een, in een opleiding komt, want soms is dat goed, soms is het goed. Dat zou de beter niet doen ja, bij jonge ja. mensen. Ja. Uh, en um, en de, ik zeg altijd: doe iets anders. Het kan zijn dat het keert, want je kunt jonge mensen hebben die dan toch dat op, op, op 17, 18 jaar doen en zo ontgoocheling oplopen dat dat, dat een, mm -hmm. een, 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 allez, een aversie voor de rest van hun leven. Ja, ja, ja. Maar als ze wat ouder zijn, dan hebben ze wat, allez, wat meer meegemaakt, hebben ze hebben een ander diploma. Als de, de bezeling blijft, doe het dan. Ja. Weet waar dat gaat begint dat je er niet echt rijk, rijk van wordt, maar als je het graag doet, graag doen is veel belangrijker dan veel verdienen. Mm -hmm. Maar misschien wel, um, um, ja, carrière is voor een groot deel wel gekend of zo. Er zit veel komisch bij. ik, denk Als als, als we taro, als je op één genre op je moet plakken, ja. Zo waarschijnlijk komisch. Is het. Maar wat je wel had, wat ik me herinner van, van de overlevering van mijn of zo. Ja. Zeker als je zo'n conservatorium of zo deed, of wat het in Brussel ook was. acteren had ook wel iets zeer verheven, iets elitair ja. kunstig En hoe ja. word jij eigenlijk toen je afstudeerde, um, zat er. Een, een liefde voor het, het volkse of zat er een liefde voor het elitaire in uw Er zat gewoon een liefde om, 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 om te spelen, om op een scène te staan, om op te treden en via rollen, zowel ernstige rollen als, als komische rollen, mezelf beter en beter te leren kennen. Dora had dat heel rap door. Mm. <laughs> Dora van der Groen had dat heel rap door. Want die had er dus voor gezorgd dat ik bij in het conservatorium. En dan moesten wij in het eerste jaar zo dingen spelen, fragmenten uit uh, onuitspreekbare stukken. Ja. Uh, Lancelot <laughs> van, van Denemarken en wat weet ik. Dat ge, Lucie, Lucifer van Vondel, daar je mannen, dat krijg ik nooit uit met een bekkie, godsdon. <laughs> maar goed, um, hoe, hoe, wat, Dora was ook nog verbonden toen bij het, uh, het, uh, de televisie, bij de, bij de BRT, bij het mm -hmm. vastseelschap. Dus ik kon bijvoorbeeld twee dagen repeteren, dan zijn die mannen, ik kan nu twee dagen niet komen, werk er zelf aan en dan kom ik veilig zien wat het resultaat. <laughs> Natuurlijk, een hoop studenten die het zelf moeten regelen, dat is Edelie in ik zijn in eigen... het café. Ja, ja meestal, meestal. Dat begint en dat eindigt in het café. Dat eindigt in iedereen heeft een ander idee. Voilà. Ja. En als je dan voelde dat er geen structuur was in wat er aan toe, was, ja. dan begon iedereen naar wat hij dacht, zijn, 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 zijn zekerheden, zijn, zijn, zijn schuiven open te trekken van hier voel ik me goed in, hier heb ik al succes mee gehad, ik kon dat doen. Ja. Dus, dat was toen, uh, wat was dat nu weer? Antigone, een stuk van, oh ja, dus uh, ja. een stuk van de Grieken, Antigone. Ja. De, en ik speelde de wachter, die moet tegen zijn zin komen zeggen, tegen Creon, tegen de, de, de keizer, de koning: dat hem het lijk van Antigone heeft zien opgraven. Maar uh, je kunt dat op verschillende manieren spelen. Naar gelang de, 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 de regie of het concept dat dat stuk loopt. Dus ik dacht: van, ik maak dan de man van die mening bij zich, van: ik wil mijn job niet kwaad. Ja. Ik moet zijn dat, dat ik het zodanig uitleg dat. Maar ik kan er niet aan doen, maar ik kon me niet ontslagen, nee. dat was soort dingen. Ja. Dus ik deed dat en de klas lachte en Dora lachte. En ik dacht: Oké, okay. ze zijn hier goed bezig. <laughs> en ja, oké, okay, achteraf. En Dora die kwam naar mij, ik zie ze nog zo naar mij komen. En die wreef zo zachtjes over me, Maar heen, zei: Karrikje, dat was heel goed. Ik heb heel goed gelachen. wil ik nu nooit meer zien. <laughs> <laughs> ze zei wat, ze zei, oh, zei, wat dat kunde oh. kun jij manneke. Ja. Ze zei, ik zal eens op zijn Antwerp zeggen: Doei, je geet je al lang aan je gat, hè? Ja. Ze zei: Je, kunt, ja, je moet er niets voor doen. je heb het. Je mm -hmm. Time het juist. Dat kunnen leren, timing en zo. Maar daar kom je niet voor naar hier. Mm -hmm. Dus ik heb drie jaar in mijn opleiding niks komisch mogen doen. Ja, dat, lijkt, was, dat is ook zo typisch, ja dan. Ik was nee, ook ja, wat ouder, ja. dus ze hadden een vader nodig. Oh, dan kan ik al de vader wel spelen. Ja. ja. Maar uiteindelijk, achteraf ben ik haar daar dankbaar voor ja. geweest. Ja. En dan ben ik bij het Reizend Volkstheater geraakt, en dat was voor mij de ideale leerschool. Ik heb dat acht jaar gedaan, denk ik, en het toenmalige uh, Reizend Volkstheater, dat was uh, het officiële theatergroep van de provincie. Rik Jacobs, Rik Jacobs was mm -hmm. dat zeker? Hè? Uh, dat eigenlijk... was voor mij, maar dat komt van Rik Jacobs, ja, ja mm -hmm. absoluut, ja. Um, en, maar dat was ook zo, dat was echt uh, theater over heel Vlaanderen. Nee, wij hadden mm -hmm. altijd, wij repeteerden en speelden onze première in de Aremberg dat je niet kunt vergelijken met wat de Aremberg nu is. Maar dat, dat was ook van de provincie Antwerpen. Dus dat mm -hmm. was een volledig provinciale Antwerpse gelegenheid. En waarom was dat niet meer te vergelijken toen? Dat was gewoon zo... Van, vroeger van, was, vroeger ja. mochten ze zelfs amateurs gaan spelen. Ah ja, tuurlijk. De, ja, de, ja, ja. de Narenbergen gaan vuren of iemand die een soloproject zou ja, doen. Ja, ja. Nu... Nee, dat is gedaan. Die tijd is, uh, <laughs> is... Dat voorbij, is ja. voorbij, ja. ja, ja. Ja. Nu beginnen ze zelf schilderijen weg te pakken en zo. Dan denk en, ik, terug ja. te en terug te hangen. Het is al een beetje een... Uh, wat zeg je dat? Zo'n bonte avond ja, ja, daar, als het, is, het ja, over ja. dat soort dingen gaat. ja, <laughs> ja. ja dat ja. concept is, is... De bedoeling van de Adenbergschouwers is, is helemaal, helemaal veranderd. Maar mm -hmm. die acht jaar... Wij speelden daar ons première. Maar dan trokken wij, zoals we zeiden, de boer op. Hè. Mm -hmm. Wij speelden... Uh, in, in grote theaters in Vlaanderen en Nederland. Kleine theaters, maar ook in, 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 uh, in uh, parochiezalen en zo. Hè. En dat was echt, echt uh, on the road. Hè. Mm -hmm. Dat was alle dagen de bus in. En, en dan... En nee, hoeveel voorstellingen speelden jullie dan op een jaar? Oh, Waren dat echt heel veel oh, op een tw seizoen? Tweehonderd. Ja, ja. Okay. En, en zeker als je ook een acteur waard. Ja in, hè? Ja ja. Ik stond. Ik heb eens. Ik We werden acht stukken per seizoen. Acht stukken van verschillende genres. En. Uh, op het einde van het seizoen was er zo. De één of twee die niet, goed niet meer verkochten. En die werden vervangen. En de rest bleven op programma's staan. We nog verkocht en zo. Ja. Maar dan heb ik. Ik stond op een zeker moment in vijf stukken. Ja. Dat is vandaag. Ah, dat. Hè. Wacht, wat is die een boek? <laughs> Da, nee, heb je ooit zo... vergist? Heb je ooit zo'n dag gehad dat je eraan kwam en dacht: Ah, oh, damn. Nee, ik heb kleren aan voor een andere rol. Nee, nee, nee. nee maar 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 wat, niet... wat wij wel voor gehad hebben, dat is bijvoorbeeld een comedy, want er was altijd minimum één comedy bij, zoals toen ook in de officiële theater, zoals mm -hmm. de KNS, de, de KVS, de NTG en zo. Maar um, um, wat wij we wel voor gehad hebben, als wij bijvoorbeeld in, uh, in een parochiezaal kwamen, en dat was een, een comedy, een deurencomedy, van uh, Rudy. Mm -hmm. Met Vijf deuren. Ja. En we komen in die zaal, vier deuren. Ja. Maar, ja, we krabben het er niet op, hè. <laughs> die vies klopt niet. Nee, nee, nee. alleen, zulke dode mannen doen het met vier, met vier deuren, nee, Want, oké, okay, wacht, maar hoe gaan we dat dan doen? Jij gaat dan buiten. Zo. Ja. Maar dat ging allemaal, hè. Ja. Dat is, maar dat is zo. Omdat je daar zoveel doet en dat je ja. zo, dan en kun je, je heel helpen. snel schakelen. Het is, eigenlijk, het is, okay? het is ja. het, je kunt, je, je, je kunt geen enkele. Je kunt niet uh, uh, je hotel gedragen of ik weet niet wat, want je moet gewoon mee. En dat is, dat is echt, die acht jaar volkstheater is echt de harde school geweest. Mm. Dat ik met plezier gedaan heb en zo, maar ik denk, omdat er rest wel een leven blijft. Dus dan, ik ben dan weggegaan in. Wanneer was dat? In. in just voor de kampioen in 88 ofzo, of 89. En uh, twee jaar later hebben ze dat opgedoekt. Want ja. dat was ook de periode dat alles opgedoekt werd in, in Antwerpen. Ja. Toen ik in Antwerpen kwam wonen, dat was hier een variëteit van theaters ongelooflijk. Zowel de, de grote KNS, de Narenberg, maar dan hadden we ook het theater, het Meertheater, het, het, het Fakkeltheater het was echt van deze naar het andere, maar dat is allemaal. Mm -hmm. Er dus blijft er niet veel niet meer van over in ieder geval toch niet? Nee nee nee. is er nog wel denk ik. Ja ja, ja De rooien en ja. de zwarte. Zo. Ja 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 ja. Dat Je heeft ook een ja. kantje boordje geweest. Ja. Maar, um... Je had ook zo'n klein theater. Hoe heette dat nou weer? Klokhuis het of appeltjes? Klokhuizen dat dat En dan is een Yvonne -Lex ook ja. even geworden. Dat ja. weet ik ook nog. Dat was van haar. Klein theaterke. klein Het appeltje ja. bestaat nog. Dat is er nog altijd. Dat is hier niet zo ver af. Ja dat zijn allemaal dingen. Maar dat is. De, de, ja, en je hebt er hier ook in vlak één, dat is ook een heel tof. Dat is echt achter de noek hier. Dat ja, theater. Wacht, of, achter de noek hier, hier eentje, en dat is een Sint-Nicolaas plaatsje. En dat is een theatertje, ik denk dat dat maar 12 of 20 stoelen heeft. Ah. Dat is hier achter de noek, en dat is zo. Ja, het nicolaas plaatsje, en er is ook zo een klein theatertje. Maar ah. was dat niet zo'n poppentheater? Poppe, ja, de Ik <laughs> dacht dat dat toch zo was. hier vlak, hier vlak achter, de, de was, dat was. Ah, nee, nee. Het, het, wacht, ja. wacht. Uh, de stal van Napoleon of het peert van Napoleon. Ja, zoiets. Ja. Er zijn er in ieder ja. geval veel geweest. Ja 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 ja, 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 ja. En dan inderdaad, dan de stad en worden een heel hoop. Hè. En wat ja, maar... straks nog bezig is, het Nazi-peert en zo. Het mm -hmm. Nazi-peert, ja, ja. Lange Noordstraat. En, ja. Uh... Ja. Hey, ik, ik, ik had daar dingen in, Lange Noordstraat. Hoe heet het nu weer? Het uh, was zo'n groep. En die hadden een kappen geen grote, maar wel een knappe zaal, want wij gaven al met de reis in het Volkstheater soms uh, supplementaire voorstellingen in dat theater, het Noordtheater. Het Noordtheater, ja. ja. ja, ja. ja. Soms was dat echt feest, vol een bak. Soms mm -hmm. zat er vijf man. Mm -hmm. We hebben nooit een stuk gespeeld dat we met vijf speelden, en dan zijn we in plaats van te groten, de zaal in, die stapte in de mensen, bedankt.

Dat het toen leefde, dat er een scene was. Want, ja. ik, want dat zijn alle mensen die van uw generatie zijn, ja. die spreken er wel over. Dat ja. waren ook de Peregrinjaarzin. Ja, 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 ja. En ook in de Muizen ontbeet. Mm -hmm. ik... Het voelde wel als een avontuurlijke tijd. Dat was, ja. De, de, de zestiger jaren was ik wat te jong. Ik was, ik was maar 15, 16 jaar dat ik dit allemaal meegemaakt heb. Maar dat was inderdaad een fantastische tijd in die zin. Als, als, als in de Rubens Woodstock speelde, de film. Ja. Dan kwamen wij van Mechelen met een bende. En dat is de enige keer dat ik ooit aan een bioscoop heb zien dringen. Dat de, de, de glazen kastjes met de foto's bang, kapot waren. Van het, dat de zaal vol zat tot de trappen vol. Ja. Veel meer mensen binnengelaten dan mocht. Dat na, na, na elk optreden van wie dan ook. de zaal stond applaudisseerde. Dat was nou, zalig. Was dan ongelooflijk. Op dat gebied was dat een ongelooflijk. ongelofelijke ja. Hendrix. Jimi Hendrix. Ja. Oh, wat een geweldige, geweldige film is dat Cocker. Ook, dat is toch ook die een van Don't try the brown acid of zoiets, ja, Dat dat ja. is zo rondroepen van niet proberen want dat is ja, geen ja, ja, goeie. Ja. Maar oh, geroken tot drie, die ja, ja. verder eigenlijk zo. Maar toen toen dat in die tijd en dan daarnaast, in sint Lucas zat ook. Dat was tussen 71 en 1973 of, of zoiets. Toen toen, toen dat drugs of of soft drugs. Nog lang niet die negatieve connotatie mm -hmm. dat het nu gekregen heeft. Ja, ja. Toen was dat allemaal nog vrij onnozel en onschuldig. He. Wij dachten, wij zijn sowieso mee, met de klas van, van, van Sint-Lucas een week na, naar Amsterdam geweest in die tijd, in 1970. Dan dachten we dat we, dat we dat we kwijt niet wat meegemaakt hadden. Maar dat was allemaal veel vrijer. Mm -hmm. Maar weet je wat het probleem met theater is in Vlaanderen? He? Dat is, dat is alleen een probleem. Wat wat de evolutie is, wij hebben geen geschiedenis in het theater. Mm. Dan mogen de, 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 Vla de Vlamingen zeggen wat dat ze willen, maar wij hebben geen geschiedenis. Als je nu rondom kijkt, Engeland, Nederland, Frankrijk, Duitsland, die hebben een geschiedenis. En daarmee bedoel ik, heel simpel gezegd, Vondel, mm. Molière, Shakespeare, die, en daar, ging, daar, daar, ging, daar, daar zijn de mensen al eeuwen al opgevoed ja. met theater. Dat is iets. Eh, als je in Londen. Ik ben veel naar Londen gaan kijken. Naar voorstellingen, dan Die voorstelling begin dan bijvoorbeeld om, 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 om vijf uur of half zes in de namiddag. Begint die voorstelling Want die moeten wat vroeger dicht, want anders kunnen ze geen pint meer gaan drinken. Ja. En dan zie je daar mensen binnenkomen, recht van hun werk. Met een kabas, met wat pruil dat eruit stekt en zo. En die komen naar een voorstelling zien. Ja. Die gaan naar een voorstelling zien in Engeland. Gelijk als wij zeggen van. Uh, Gewoon eens een terras doen of de een of het ander. Ja. Dat is een traditie. Laagdrempeliger ook. Precies ook. Ja, pas op. Laagdrempeliger. Je hebt ook alle jaren door elkaar natuurlijk. Hè. Maar wij hebben dat niet. Ik bedoel, wij zijn, wij, wij zijn toch een van de meest kunstmatige landen die op de wereld bestaan. Dat is geen land, wij zijn een situatie. Wij zijn een situatie. Nee? Ja. En, 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 allee, ja. en de, de, de beroepsacteurs in Vlaanderen, die komen uit het amateurisme. De, 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 de vooroorlogse garde van de KNS bijvoorbeeld, waar de grote namen zoals uh, um, Gevers en, en, en Robert Marcel en zo, die kwamen uit het amateurtoneel. En, en, en Joris Deels die zei dan van: Man, ik, wil, ik zal nog betalen. Dus dat in één keer werd dat een job. Maar dat bestond niet. Maar wij hebben ook geen traditie van, 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 van mensen naar het theater te laten gaan. In Duitsland, in Frankrijk, van, van, dat is al, al, al van voor de Tweede Wereldoorlog, dat die, dat die theaters deels mochten met, met bedrijven, komt met de mensen zien en dit en dat. Dat hebben wij allemaal niet. En, en daardoor hebben wij zo, uh, lopen wij wat achter op, op, op de rest allemaal. Wij hebben wel individueel heel goede mensen, mm -hmm. maar structureel in de cultuursector. Ja. Dat is inderdaad wel een verschil. Als je zegt talent genoeg. Hè, want talent die, genoeg in plaats, want Meer dan genoeg mensen die keihard zijn hier. Hè, in techniekers, dingen. regisseurs. Ja, ja. Allee. Ja. Wauw, dat is echt, die worden overal gevraagd. Bijvoorbeeld, toen ik dingen deed, um, hoe heet je dat nu weer? Code 37. He, ja. De eerste regisseur dat was uh, Jacob Verbrugge. Ja, die zit in, ja. uh, oh, ja. die zit in Hollywood. En ja. hoe, hoe komt dat? Dus op de BBC heb je bijvoorbeeld een afdeling. Van mensen die niks doen anders dan kijken naar fictie uit andere landen. Ja. En Code de 37 en daar werd opgemerkt en hij werd gevraagd voor een gesprek. En die hebben drie keer gevraagd hoeveel, hoeveel kost dat? Ja. Zoveel. Ja maar nee, hoeveel kost dat? <laughs> Zoveel. Ja maar ja. nee, nee, totaal. Ja. Maar niet zit ik een vrouw. Want ja, ja. Ja, ja, ja. ze vonden het resultaat goed en ze vonden het ook onwaarschijnlijk. Dat voor dat budget dat product kon gemaakt worden. Ja. En, dan, ja, en dan is hem vertrokken. Hij heeft in Engeland gewerkt, in Schotland is Je, je stond hier op: uh, The Fall, House of Cards, Black Mirror. Ja, ja, dat ja, zijn ja. al de betere dingen, ja. zoals we zeggen. Die Alienist, daar was hem uh, ook producer van, denk ik. Dat was eigenlijk een beetje op zijn naam. Dat hij, stond heel groot op, uh, op Netflix: dat het een Belgische producer en regisseur was. Welke de de, de, de schoenarts. Ja. ja dat ja. is. Alleen, in ieder die man aan een carrière, die werken dan mee. Hey, want, bij ons, de agent, wie heet er niet? Van een doorsnee acteur, wat is de agent? Mm -hmm. Ja. Bijna zeg, nee, een agent. Nee, zeg het maar tegen Ik zal, mm -hmm. zal het wel, zeggen hoeveel dat, dat is. Want alleen ja. <laughs> Ik is, is denk je wel niet dat de, de jongere generatie, degene die nu afgestudeerd zijn, die, dat die. Dat er wel een voor- en een na is, die de, de Vlamingen of de Belgen die in het buitenland zijn gaan. Ik heb niet het gevoel dat de jongere generatie. die precies wel allemaal agenten en die hebben precies. Ja, wel maar al... nee, maar het wordt ook moeilijker en moeilijker om. om, 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 om als je afstudeert, om, om gewoon te kunnen spelen. Mm. Omdat er de mogelijkheid zo is afgenomen tegen vroeger. Vroeger hadden, Ik spreek ze niet voor, er waren fouten wel. Maar vroeger hadden de grote gezelschappen. Het Rijzend Volkstheater heeft ooit 40 of 45 acteurs gehad. Of vijf stukken door elkaar. Maar ik bedoel, dat was, 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 was een gebied, dat was een mm -hmm. markt waar dat je je stijl kon leren. Moesten je klein dingen beginnen en dan moesten je, je zien aan die grote mannen. Eh, hoe dat hij dat doen en, en zo groeien en jezelf leren kennen. En er zijn er een paar die daar echt uh, op die manier begonnen zijn en eruit gekomen zijn. Bijvoorbeeld Luc Percival. Die, die was iets een jaar voor mij of zoiets en die, nee, die was dan niet de KNS, maar die zei van, man, zo moet het niet, ik kon het anders doen. En dat blijkt niet alleen een goede acteur te zijn, maar dat blijkt ook een goede theatermaker te zijn. Natuurlijk, wat krijg je dan die Vlaanderen, dat je er die, die ook denken dat ze theatermakers zijn, maar mm -hmm. die, die is dat gegeven. Mm -hmm. En de opleidingen nu zijn helemaal anders dan bij ons. Als, ik, ik, ik was een van de laatste, denk ik, zo... Misschien nog twee of drie jaar na mij, dan was, dan was de, de, het conservatorium, de toneelopleiding, in een zeker aspect nog een, nog een vakschool. Leer bewegen. Wees bewust van je lichaam. Leer je taal gebruiken. Leer je stem gebruiken. Alleen echt dat, de, de métier, de, mm -hmm. de techniek. Zoals ze tegen een, een, een violist zeggen: want dan zie je dat je je noten kunt spelen. Allee, en dan zullen laten ze later wel zien of dat je ontwikkelt of dat je niet ontwikkelt. Maar ik volg dat eerlijk gezegd niet zo niet meer op, die opleidingen nu. Maar als ik dat nu hoor, dan moeten de mensen zelf, jonge mensen, jonge mensen van 19 jaar, 20 jaar zelf stukjes schrijven en, en zelf dat in elkaar steken. En dan denk ik, ja maar, probeer je. Probeer eens eerst je job te leren van, van, van acteur te zijn of actrice te zijn. Want je hebt nog zeker 10 jaar nodig. Als je zo jong bent om, 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 om jezelf te leren kennen, maar de kansen zijn klein. En ze worden zo overstelpt met, met, met opdrachten, dat ik denk: oh, man. Want hoe was dat voor u eigenlijk? Ik vind het wel interessant dat je zegt hè, dat jij dat stuk speelde bij Antigone: dat jij laat zien dat jij de lach op je reet hebt, hè, zoals mm. ze zeggen. Hè? Je hebt de mm. lach op je gat hangen. Maar dan wordt er eigenlijk tegen u gezegd, dus dat gaat dat u niet meer doen. Jawel, nee, nee, ze eh. zei, nee Dora zei ja, dat. Ja. En daar ga ik nog goed boterham ja, ja. je boterham in verdienen, balken. Maar dat komt er niet meer naar heen. Maar dan moet jij ook ineens... Hè, zullen ze toch zeker ervoor gezorgd hebben dat jij vooral veel serieuze dingen moest ja, ja, doen? Ja, ik, ook... ik mocht niks anders doen. Hoe was dat eigenlijk voor u? Was dat nee. moeilijk? Had je je was... dat... daar moeten overzetten? Ik ja. heb het daar uh, moeten overzetten. Ik vond dat wel... Maar ik, 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 allee, ik bedoel, ook bij het Amateur uh, ik, ik had zo wel leuke dingen gespeeld. En, en, succes gehad voor, voor die tijd, voor, voor dat publiek, met mijn komische dingen, maar, maar stapsgewijs heb ik ontdekt van, wat ja, ik moet nog andere dingen kunnen, want anders kan ik echt in de straat gaan. Want dat heb ik voor gehad. Mm -hmm. Ik heb dan na de reis in het volkstheater de kampioenen gehad, Lillie Marlee Marleen gehad, Gaston Bergmans gehad, twee Staten verder gehad, ik, ik heb twintig jaar bijna niks anders gedaan dan, dan comedy, op televisie, mm -hmm. maar tussen al die, die uh, comedy dingen... Ik pakte altijd, en, allez, ik had de gelegenheid om elk jaar ergens iets te spelen dat van een totaal andere orde was. Uh, um, um, uh, bij Arkagent, bij, bij, bij uh, uh, in Antigone in, in Kortrijk, in de KVS, en dat waren kleine rollen, maar dat waren, dat waren ernstige rollen. Maar dan begon het probleem dat ik zo wat betere rollen kreeg. En dat mijn naam op dat vies stond, uh, en dan zei het iets mee Oscar. <laughs> ja, dat is het altijd. Hè? En dan krijg je dat probleem ja. natuurlijk. Hè? Mm -hmm. En, en uh, ja, ik heb zo'n twintig jaar. En ik, ik heb op een gegeven moment gedacht van ja, oké, okay, voorbij. Ik zal de, de, de droom maar opbergen van de serieuze dingen te spelen. Tot mijn grote verbazing, dankzij de Antwerpse regisseur Guido Hendricks. Ja. En die heeft toen een reeks gemaakt die spijtig genoeg niet goed uh, uh, gelukt is op, uh, op, op televisie, Koning van de Wereld. De, de, de start van, van de Kevin Janssen. Kevin trainen, ja. Ja. En Ik speelde de vader, ja. de vader van Kevin. Uh -huh. En er werd zo wat neergekeken op mij: wat komt die hier doen, komt hij naar mij doen? Dat de, uh. Uh -huh. maar ik kreeg die kans en, 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 en toen is dat opgewerkt door andere mensen uh, in, in het vak. Want je moet weten: hoe klein Vlaanderen dat we ook zijn, de toneelwereld je hebt een filmwereld en je hebt een televisiewereld en dat zijn drie eilanden hè? Oh. Dat is, uh -huh. allee, niet dat dat de acteurswereld dat de acteurs ene grote pot is, nee nee, dat zijn eilanden. En dat zijn overal de, de, de kennissen en de vrienden en, en zo zit dat in elkaar. Uh -huh. Maar je moet eens de kans krijgen van, van, van door te breken en dan uh, is dat opgemerkt. En daarom heeft Jacob mij gevraagd ook voor die, die Malafide, Vader, ja. die rechter te spelen in uh, ja. Code 37. En in één keer zijn er deuren opengegaan. En dan heb ik die prachtige rol gekregen, een uh, paar jaar geleden, van professor T, van de ja. decaan ja. de van de ja. universiteit. En het belangrijkste is, niet hè, dat, ik het, dat ik de kansen kreeg, maar het belangrijkste is dat het publiek dat van mij pikt. Ja. Want je kunt jij twintig jaar comedy doen en dan ik eens iets serieus doen. Als het publiek u niet wil, dan. Mm -hmm. En dat is wel, dat is wel allez, opmerkelijk, vind ik toch. Want als ik mijn beeld over u bijvoorbeeld, ja. als ik hoe dat ik u bekijk, ik heb altijd meer het gevoel gehad dat jij een serieuze acteur bent die je grappig kan zijn. Ja. Maar niet dat ik het gevoel had van. Je hebt sommige mensen die je echt associeert met funny zin, zoals de zaak. Ja, ja. Zaak vermeerder kan ook een serieuze rol spelen. Ja. dat weten want de ja. meeste. Comedyacteurs ja, kunnen dat. Dat is, ja. dat is het goede. Dat, hé, zo gaston Bergman ze heeft dat ook eens gedaan in de film. En ja. die had ook eigenlijk altijd een beetje die, ja, ja. Dat die was frustratie, een grote frustratie. Want die kon kijk acteren. Maar die moest natuurlijk altijd Gaston zijn. Zoals dat je dat ook in, in Amerika ziet. Ze ontdekken ja, ja. vaak later, hè, zo mensen als Robin Williams ja, ja. of mensen als maar Jim Carrey dat zijn allemaal mensen ja. die uit u sector komen allemaal, allemaal stand-up comedians hè. en dat blijkt dan achteraf als die dan een dramatische rol spelen dat die er kei goed in zijn ja, het, hè, dat dat maar, niet wel zo is dat is een groot verschil tussen, tussen, tussen een acteur en een comic. ja je, je, je kunt, een acteur hebben die, die eh, een stukloor, maar ook functioneert, goed functioneert in comedy omdat eigenlijk goede comedy Um, in, 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 in sitcoms, niet hey, uh, in, in soloprogramma's, uh, mm -hmm. maar ik bedoel zo in, 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 in uh, toestanden tussen mensen, eigenlijk is comedy altijd gebaseerd op, op miserie. Mm -hmm. Altijd. Ja. In de breedste betekenis van het woord. Iemand die leegt, iemand die door de mand valt, iemand die uh, alleen, alleen miserie. Als mm -hmm. is een vrouw bedreigt, het <laughs> is altijd miserie. Ja. En daar lachen wij mee. Mm. En, en dat, dat is iets wat bijvoorbeeld de, 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 de woke mensen niet verstaan. Dat is een mm -hmm. comedy gebaseerd is op, op leed. Van op, mm -hmm. op, 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 waar, waarmee? Waarom lachen wij met andere mensen? Omdat die in de miserie zitten omdat die, omdat die, die, die het zitten. Mm -hmm. Die doen dingen ook dat of fout lopen. En, 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 en uh, dingen die je ook herkent in je eigen, waarvan dat je denkt. Goh, man, dat ik in die situatie zou oh, zitten, ah, dan, ja, dan ja, doe ik hetzelfde of dan zit ik even. Derg... En je probeert hopeloos ja. je gezicht te redden, ja. ik weet het ja. niet Maar, eh. maar ja. dan is het natuurlijk ook zo dat, dat een acteur. iemand die echt acteur is, in, in hart en ziel... die. die die gaat dat personage benaderen vanuit de situatie van wie is die man. Hey, die die, die fameuze quote altijd van wie ben ik van, waar kom ik, waar kom ik naartoe. Daar ja. moet de andere rol aan beginnen. Mm -hmm. en, 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 en als je dan ilgo um, met ondertoon die ondertoon die situatie speelt, dan word het komisch zonder dat je er eigenlijk iets voor doet. Je mm -hmm. moet natuurlijk ook van de schriftuur uithangen, van, van de situatie geschreven is. De komiek die wil scoren, yeah. die denkt waar kan ik ze doen lachen. Ja. Yeah. Ik heb je moet hier vragen. Ja. Je moet de situatie spelen. En als je dat foto, als je dat beleeft, dan gaan ze daarmee lachen. Want ze zeggen, oh, die sukkel heeft ooglang, Oei, oei, dat zou ik niet doen. En die hebben zijn gezicht tegen de muur zien lopen. Het is allemaal miserie. Mm. Maar je moet dat vanuit. vanuit ik, ik, ik maak het nu mee, ik speel nu heel de zomer lang in, in het vakkaltheater. Uh, een stuk van de Jeroen Maas, waar die, die zijn pen. Uh, beter en beter wordt om, om 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 comedy te schrijven en hij heeft iets natuurlijk ook zo, omdat al de vierde keer dat ik ben werk hij, hij begint zo naar de mensen toe te schrijven ja, ja. hij hij creëert een situatie maar hij weet ze kent zijn belhamels die het spelen en hij, hij, hij deelt uit en je krijgt de rol dat je zegt van ja dat is gesneden ja, 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 ja. en dat, en je weet dat ook in zo'n voorstelling dan dan ga dat doen wat ik wat ik weet dat gaat het publiek ook van mij verwachten mm -hmm. Maar ik wil niet plezant zijn. Ik wil gewoon de miserie van die mens spelen. Ja. En dan worden zo. Ik, ik heb een fantastische ervaring. Ik heb een paar stukken gespeeld. Apart met Frank Aandenboom, die dan ja, ja, ja. zo geestig zijn kon. Zo geestig zijn, nog een grote meneer. Mag ik ja, ja. zeggen: als Schullen met twee een radioprogramma zouden gemaakt hebben, dan hadden ze toch met hun levels iets moeten gedaan hebben. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Want het ik, waarschijnlijk is het niet, want ik kan nu niet, maar ik kan het bena soortgelijke Ja, ja, ja. En een heel mooi accent ook, alle ja. twee. ja. ja. De, 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 de Frank, die, die, was eigenlijk, die is van Oostende, dat is mm -hmm. eigenlijk van de West-Vlaming, maar die woont al heel al, 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 al zijn leven, heeft hij in Antwerpen gewoond. Maar die kon sommige rollen zo serieus spelen dat het komisch werd. Ja. Ja. En, en, en dan, dat, is, dat is het grote verschil dat je ziet. Je speelde een stuk bijvoorbeeld uh, uh, Le, Le Diné de uh, hoe heet het dan nu weer? Uh, schitterend geschreven, uh, een Franse comedie, uh, mm -hmm. Smullen, met smullen. Ja, ja, ja. ja. Beetje, uh, Ongeluk, ja. Ongelukkige naam, vind ik. Ja, dat klinkt iets minder goed dan Le Diné Décon. Voilà. Oh, uh, uh, ja. yeah. En uh, 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 hij speelde dat zo serieus, en dat is natuurlijk die twee personages, dat mm -hmm. was gebaseerd op de oeroude oor wet van de, de, de PRO en de einde August. Mm -hmm. Maar die speelde dat zo serieus, en die, die zal lag plat. Yeah. Maar we krijgen dan het fenomeen dat er mensen van uh, liefhebbers kregen komen zien, en die zeggen: Man, Oh, dat moeten we ook spelen. Ja. En dan gaan we dat zijn, ja Want die denken we moeten plezant zijn. We moeten plezant zijn. Nee, je moet je plezant zijn. Je moet gewoon die situatie spelen. En dat menen en dat beleven. Ja. En, en de meesten gaan wel door de museeën zitten. Ze gaan bij je lachen. Ja. Zo simpel. Allee, zo was, simpel. Dat iets, was dat niet dat jij gewoon altijd gevoeld hebt? Of is er, is er een leermeester? Je echt echt van. Dora van der Groen voelde heel duidelijk wat jouw ja. rol was. Maar, was ja. er, maar is er iemand dat, dat, waar je naar opgekeken hebt oh, in je jeugd Ik zei... heb naar veel mensen opgekeken. gekeken. In mijn jeugd. Ik, kom, ik, zeg het, ik ben opgegroeid. Niet tussen boeken, niet naar theater gaan. Allee, ik bedoel, een heel volkse, volkse buurt, waar dat de gazet, soms en stripverhalen gelezen werden en waar dat alleen naar de voetbal gekeken werd op de tv. Dus allee, ik kom. Maar met de tijd heb ik zo dingen leren kennen. In hier in de wereld voor mij, er zijn zoveel mensen die mij beïnvloed hebben. Bijvoorbeeld in 1968, ik was 15 jaar, zag ik in, in het Volksbelang, dat is een parochiezaal in, mm -hmm. in Mechelen, zag ik de Harlequijnshow van Herman van Veen. Ja. Ik lag achterover, ik dacht, ah ja. mij. en dat is knap, taal is zo mooi van die gast. Ik had, wij spraken plat dialect thuis en zo. Maar dan ging de wereld de opinie keer van wat die gast allemaal deed, vooral de taal. Dan ging ik in 1972 de eerste voorstelling, de oervoorstelling van Mysterio Buffo zien. Mm -hmm. Als dat theater is, dan wil ik ook doen. daar wil ik tussen staan. Ik wil mij met een met stok op de sein staan. En, en, allee, mm -hmm. eh. en dan, uh, ja, als kind, toen ik met mijn bommen naar Blankenbergen op vakantie ging, een maand, dan gingen wij in het Wit-Paard naar Gaston Bergman zien. Ook en, zo, en dan die zaal. Mensen braken die zaal af van het lachen. Dan denk ik: ja, ja. dat is toch wel plezant om te doden. En ik zag hier graag Bonanza. En ik zag hier: Ga zo allez, Alles wat er met spelen te maken had. Ja. Bonanza, jongen, kijk hoe? Ja. Amai. Dat was die een acteur die erna Adama was in uh, Dingen, in uh, de eerste Battlestar Galactica-reeks. Hoe heette hij? Lauren Green. Lorn, ja, zo'n een beetje man. Hij heeft ook zo'n zo stem. Hij ja, heeft trouwens ja. uh, 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 singletjes gemaakt met die stem. Ah, ja, ja, ja. Dat kent mij zo wel voor. Ringo. De, Yeah. Wel dat kijk me zoal voor. Dingen had dat ook eens, ene keer. Hè? Dat is zo'n ene film, die heet Paint Your Wagon. Ja, ja. Dat we wel gezien hebben. Wandering Star. Ja, dingen. Lee Marvin met zijn super yeah. diepe stem. I was born under a wandering star. Dat is het. Yes. yes. En Long Green, dat would... was van Hij uh, <laughs> uh, was looking down the bar of the deadly 44 yeah. of Ringo. Ja. Yeah heel eenvoudige country muziek, maar dan, hey, hij babbelde daar een verhaal door. Ja, dat was zo wat Parlando, zo. Ja, ja, ja. Dat is wel een, ja, dat, zijn, dat, was, dat, was, ja, dat, dat waren wel figuren. Ik herinner me dat ook nog wel als kind Bonanza, Bonanza, als ik ja. klein was en mijn ouders daar nog keken. Maar dat is, dat is wel lang geleden voor mij. Zo, dat was echt toen dat ik echt heel heel. Ze ja, ja, Hebben dat we wel een dat tijd nog terug ook. uitgezonden denk ik op de Nederlanders zo, in de jaren tachtig. alles uit, tot twintig jaar konden ze dan nog wel terug. Uh, weet je wel een uh, goede ervaring, een plezante ervaring was voor mij dat is. Ik ben acht keer in Amerika geweest, waarvan zeven keer echt cowboy country, eh, Wyoming, Montana en zo. En je dat dus in elk motelke in de tv. Maar ik heb zoiets ja. vragen, sorry. We hebben, ik weet, we, we hebben een aantal. Uh, omdat we wisten dat we komen, we mensen vragen. Ja. Mochten invullen, massaal veel vragen binnengekomen. En er was iets, dat Amerika-ding kwam regelmatig terug. Ja. Uh -huh. Kun je dat eens uitleggen? Want in Amerika ja. was toch precies alleen dan meer, ik ben er acht keer geweest. Dus ja, ja, zeker het cowboy ding Ja, ja, ja. ja dat is, dat is, mensen weten dat daar verhalen zitten. zit. Ja, ja, dat is. Uh -huh. Maar ik heb, een, ik heb een haat, liefde, uh, verhouding met Amerika. Ik ben. Ik ben goed bevriend met um, de vroegere orkestleider, die nu gestopt is al een paar jaar, Bobby Setter. Mm -hmm. Wat trouwens een fantastisch balorkest was, dat bestaat ook niet meer balorkesten. Ja. Maar dat waren mannen die, die echt 50 jaar, 50 jaar opgetreden hebben. Optredens van vijf, zes uur, kom aan, die mannen. En dan mm -hmm. terug naar huis en Sander rechts terug. Ja. Um, dat, allee, ik bedoel. En dat, dat is ook de, dat is de amerika freak. En ook de country freak. En die was jaren, van in de jaren zeventig, al naar Amerika geweest. En zo die had er al 25 keer geweest toen wij elkaar bijten leren kennen. En, zo. en die zei: Je moet eens meegaan. Je, je moet eens echt meegaan. Omdat toen wist dat ik daar ook nogal zo'n voorliefde voor had. En, maar ik, die heeft dus niet zo goed vliegen. Nu heb ik mm -hmm. geen vliegangster meer, maar dat heeft ja lang geduurd bij mij dat ik <laughs> deed vliegen. Ja. Maar en, en dan heeft ze me dat leren kennen. En daar is ook weer. Een andere wereld van mij opengegaan in Wyoming, de natuur, de, 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 de charme van de country muziek, van de country kleding. De, de niet de clichés die nu nog, nog gebruikt worden, in de lion dance en die hele die dingen, maar de essentie van de zaak. Want ik ben daar zeven keer geweest in, in die streek. En je ziet de cowboy cultuur, wat ik niet begrijp, afnemen in Amerika. Mm -hmm. Dat wordt geen geld meer. Ik bedoel, maar het is ook een. Cowboys zijn, echt, cowboys, dat is een beroep. Mm -hmm. dat, is, uh, dat is een knulberoep geworden. Ja. Ze vinden geen jongere mensen die dat er nog willen doen. Ja. En ze investeren nog in wildlife en in, 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 die, in de Rocky Mountains, in, in skiorden en zo. Uh, uh, wintervakanties en zo, maar de cowboycultuur begint uh, uh, af te nemen. Mm -hmm. En daar, ja, als ik dan echt geweest ben de eerste keer, dan. Ik dacht, kom mee, woonen. Mm. Dat snap ik. <laughs> dat snap, ik snap dat gevoel. En dan, ja, ja. En dan uh, en ben, ze, ben ik zeven keer geweest en, en dat is ja. Maar nu ben ik eigenlijk vergeten wat ik wou zeggen. In het begin. Bobby, Sitter, Bobby Sitter. Ja, Bobby zitter. Het ja, is door hem dat dat dan. Dat, dat dan. En ik, ik bijvoorbeeld ik ben. Alleen nu minder, maar ik was de fervente paardrijder. Hm. En ik, ik heb daar. Uh, ja, op een manijs geweest en ik heb thuis een paard staan en zo. En, maar dan kwam ik in Amerika en omdat die mannen met die paarden omgaan en, en. met een totaal andere manier van rijden. Mm -hmm. Dat is totaal anders. Uh, totaal anders zadel ook, hè? Ja, ja, ja ander zadel. Stop van voorden. Dat zijn, zijn ja. werkzadels. Ja, ja. Maar je mag mm -hmm. je moet, je moet, je moet niet op de mond niet meer rijden, je moet lang rijden. Je moogt, wat ze hier niet mocht. je mocht je moet, je moet, je moet niet in een stoel zitten zitten met je voeten, daar wel, daar zust wel. Ja. Je moet je gewicht bij anders verdelen. Ja. Want ik ben na die eerste keer. Um, heb ik, heb ik een, 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 een echte Appaloosa gekocht? Ja. En dat was dus, allee, maar je moet natuurlijk, dat, dat beest stond. Allee, ik zat erop en die had zoiets van: ja, maar wat moet ik doen? Want ik word allemaal dood, dat verstond ik niet. Ja ja, 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 ja. Maar die was, in, die was in, in, in Canada getraind en dan naar hier gekomen en zo. En, maar dat is, dat is zo, allee, dat zijn allemaal dingen die mij in enige keer bevelen. Je ziet hem er zo uit, ja. want dat is wel een speciaal paard. Is ja, ja, een Appaloosa. Ja, ik heb zo heen ja. mm -hmm. gehad. Wacht, ja die al die deze hier, hier, hier. helemaal opzij ja, denk ja. ik die uh, hier. Twee, nee meer op de, de andere kant eenmaal een andere kant Andries ja ja en dan noemen ze hier. dalmatier ja dan noemen ze zo een leopard maar die zijn ook anders gebouwd en anders getraind en zo maar die liefde ja ik voor die muziek ook country muziek ik ben en dan ben ik keer keer naar Amerika geweest een week in Nashville en een week in Memphis daar ging ik normaal dit jaar naartoe, maar daar ga ik volgend jaar naartoe. Ja, ik dat ik, was eigenlijk het plan. Ik ja. wou, nog, gaan, ik, ik wou ja. nog eens gaan, maar het is zo duur geworden. Ja, dat is, wel, ja. Ik, weet, ik weet nu, in Amerika, nu, uh, de laatste keer dat ik geweest ben was in 2017. Leven kinder. Ik bedoel maar, als je, als je daar nu zei op, vak Allee, op vakantie: eten, drinken, slapen, dat is maal mm -hmm. drie van toen. Ja, 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 maar ja, ja. toen stond, stond, stond de dollar nog een stuk minder dan de euro, maar nu stond de dollar mm -hmm. zelfs een titsje over. Allee, ja, ja. Dat is allemaal. En vliegreizen, dat is onbetaalbaar. Ik vond dat wel mooi wat je zegt oh over het verdwijnen van de cowboycultuur. cultuur ja. He, Daar had um, Johnny Cash in zijn ja. biografie een hele schone zin over. Dat hem zei: countrymuziek werd vroeger gemokt. Door mensen die een bepaald leven hadden. en ja. die maakten daar muziek over. Ja, ja. En nu wordt hun levensstijl aangepast aan de muziek. Ja, ja. Ja. Dus je hebt mensen die country gaan maken. en dan country gaan doen. Ja, ja. Ja, ja, zo, ja, terwijl waar dat. het uit ontstaan Sorry, is is het dat. een totaal andere levensstijl. De ja, ene dus die ook een beetje aan het verdwijnen zo is. Zo'n boek, he, die, die, die ja, ja, ik heb je ja. ook gelezen. Die, Goeie uh, dingen heet hij te zeggen. Ja, ja. Ja, ik, ben, ik heb als ik eraf Ja. In, in, uh, Menf in Nashville, maar ja. dan 30 kilometer boven Nashville. En de. Godverdomme. De, de, ik weet de naam van de plaats niet meer. En daar is een begraafplaats. Uh -huh. En daar ligt hij met. Met uh, June, zeg Naast elkaar. Ja. En dat is zo'n typisch Amerikaans. Uh, um, um, kerkhof. Dat ja. wil zeggen, een enorme grasvlakte. Ja. Van die klein steentjes zo. Maar ja. in, in het midden van. van, van uh, in het midden van. van uh, dat kerkhof. Hebben de twee ja Johnny and Juni en de, 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 de ligt vol met plektrums ah, dat is wel cool Gitaristen die daar komen in. Hendersonville zouden Henderson veel ja ik zie het altijd ah, staan voilà. ja tijdens Andries zat dat op. hier heb ik uh, gezeten ja. met al die, ja, daar, uh, aan ja, die kant van die bloemen daar beneden ah, ja. de, 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 die, daar die ja, je dat je ziet het, ja. dat er ook nog wat op ligt. Ja, ja, ja dat is wel cool man als je zo in Amerika rondloopt en zeker ook met zo'n Bobby sitter dan dat toch ja entertainment ja. acteren, je ziet daar, gewoon mij niet vertellen dat je nooit gedacht hebt wat if als ik hier uh, zou acteren. nee nee nee, daar ben ik realist genoeg voor. Joh. dat is, je kunt je niet vergelijken. dat is een, uh, dat is een uh, de concurrentie in zo'n ongelofelijke land en zo'n acteursindustrie dan, uh, je kunt dat doen als je twintig jaar zij en zeggen van oké, okay, ik ga naar Amerika en ik ga daar het proberen maar. Hmm. Ik denk dat, dat dat een ongelooflijk moeilijke weg is en dat de kans op slagen heel klein is. Je hebt niets geprobeerd, zelfs niet geïnitiës? Nee, 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 niet in een telefoon gedaan. Nee. Nee, nee, nee. Ik woon hier graag eigenlijk. Want ik, uh, ik, ga, ik ging doodgraag naar Amerika, maar ik was altijd content als ik terug naar huis kon komen ook, en zo kon ik dat vertellen. Ik je zei wel. dat je daar een haat liefde verhouding ja, mee om dat, had. Ja, ja omdat. Ja. Om um, wij gingen altijd bij dezelfde familie, uh, de familie Velds in in uh, Wapiti Valley in, in Wyoming. Dat is op 60 kilometer van Yellowstone Park. Prachtig voor te rijden, mm -hmm. uh, maar dat zijn uh, republikeinse nesten daarboven allemaal. Ja, dus, ja. dus bloedrood ziet dat er allemaal. En we hebben, ze zijn ongelooflijk vriendelijk, de Amerikanen, maar ontzettend oppervlakkig ook. Yeah. Um, als je bijvoorbeeld, zou zeggen: Ja, kom en, en alle, in de buurt, ze springt die spieden en zo, en dan ga je dat dan zo doen, dan heb je zoiets van: Wat komt die dat nou doen? Ja. Yeah. Dat is zo, ja, dat is allemaal, ja. En ook zo: Hello, how are you today? Are you feeling good? Zo: so, Ja, ja oké, okay, het is in orde. Yeah. <laughs> <laughs> dat is zo oh. ah oh, wat, uh, ik snap, snap wat je bedoelt ja. wacht wacht ik <laughs> kan die wacht ik kan je zien hè? het ligt tussen Yellowstone Park en Cody mm. wacht eens. Uh, Wyoming Wyoming, Wyoming. hier is Cody is Cody, mm. Cody. Uh, en, een beetje schoven, een beetje schoven en daartussen, ja wel daar tussen ja Wapiti Wapiti Valley daar zat ik altijd right. dat is man dat zeg je wel mooi <coughs> Wapiti Valley oh, okay. en ik ja, heb scorn. twee keer het geluk gehad ja. Dan, want, allee, Bobby was er al thuis, maar ik ben daarmee geïntegreerd in die familie. Dat ik eens twee keer mocht, uh, met drie cowboys, Erik erbij en twee honden, zo'n 90 koeien uh, van de ene vallei naar het andere doen. Daar ja, ik een ja, dag mee ja, ja. bezig, he. dat ja, is een dag werk. Zo'n cattle drive. Maar in het begin, als wij daar kwamen, dan ja, Rick, de, de cowboy, die kende mij niet. En dan kreeg ik een paard en zo, maar dan zag hij dat ik kon rijden. En dan een tweede keer zei hij: uh, oké, okay, I'll give you the A-team. Dat was zijn ja. beste, beste paarden. En dat ja. zijn paarden, ja, die zijn zo getraind. Je moet nog maar je poep diep en die doen het al. Hè. Dat ja, ja. is echt ongelooflijk. Ja. En dat, dat was echt... Wat ik ooit eens wel meemaken, en die koeien... Uh, die, die dat daar... Een kalf dat terugkomt, heb. je moet dat weghalen. En die honden helpen nu. Hè. Die, die, ja. die, die gaan Dat is fantastisch. Ja. Dat, is, dat, dat kunnen ze mij nooit meer afpakken. Ja. Ik vond het fantastisch om te doen. Maar dat is natuurlijk, de natuur is daar zo indrukwekkend. Mm. Want hoe oud was jij toen? Welke, welke In 2007 uh, ah ja, okay. was ik de eerste, ben ik de eerste keer gegaan. Dus niet super lang ja. geleden eigenlijk? Nee, toen, nee toen, toen, ik, de, ik ging om de twee jaar zo. Ja, ja. Om de mm. twee jaar. Ik spaarde ja. ervoor. En dan, want mijn vrouw is een keer mee geweest en die zei verstandig oh, verstand dat jij wel... Maar kom. Iedere <laughs> keer is We wel. Ik stond wel, dat ga ik je helemaal op papier uh, Ja, ja. boy. Man, maar, uh, v -v Volgende keer God maar dan is een schat. Dan moet het wel echt niet leuk geweest zijn verhaal. Jawel, ja, maar, <laughs> nee, maar mijn, mijn, mijn vrouw, mijn vrouw is een schat van een vrouw. Maar dat is een, dat is een yoga -docente. Ah, ja. En die okay. leeft in een andere wereld. Die is, eh. Uh, uh, ja. Zijn er foto's dat je ondersteboven in een of andere? Nee, 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 nee. Kijk, als ik, ik, ik heb uh, destijds in 1993. Klein, Warrior Pose. Een uh, klein, klein boerderij kunnen kopen in, in, in Wachtenbeek in 1993. Het is niet Wyoming, want begin nog bij nee, wij. Nee, He? nee. Het is ook niet slecht. Het is ook <laughs> dat, dat Groen hè, Maar, Maar. Um, um, we hebben dat wat verbouwd, zover dat we, mochten, we wonen in, 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 uh, in landbouwgebied. En, zo. Mm -hmm. en dat is zo ontwikkeld dat als je voor ons huis staat, je het zo, dat is zo'n u. En deze kant, dat is een kik, dat is de cowboys in de stallen. En dit is, dat is de, de, de yoga. Oh, ja. Eerst is het Boeddha, eerst de pijlen. <laughs> Namaste, ik ga gewoon rijden. Salut, Ja, ja, ja. ja. ja maar mijn vrouw <laughs> zegt altijd zo wat jammer. En wat ze vraagt, de je al yoga gedaan? Dan zei ze nee. nee. Als die bij een pijlen zit, dan, dan doodt hij zijn yoga op zijn manier. Het is ook zo. Want het is een middel. Dat, ja, yoga is een middel. Om, om, om mensen te helpen. om... om... Ja. Zijn jullie al lang samen? Uh, van 85. Ah, dus zij heeft ook wel de, de grote rise in Vlaanderen meegemaakt. Ja, 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 ja absoluut. Ja, ja, ja. Ja, maar mijn vrouw die zegt fantastisch. Want ik was, ik was dus een acteurke van X. Met Reizend Volkstheater en zo. Maar dan kwam die enorme bom. De populariteitsbom van de kampioenen en dan ging ik van alles en nog wat. Want ik kon de centjes met acte présence goh verdienen. Want mijn dochter die wilde gewoon studeren en zo, dat kostte geld. Mm -hmm. Maar dat was echt verschrikkelijk. Dan kwam ik ergens aan en die duurde mijn vrouw gewoon weg. Die wist niet meer dat dat was. Hè. En dan, dan deed mijn vrouw zo van: Ik zie je zo beet wel. Ja. domer maar. maar ja, ik bedoel, dat is niet gezond voor een relatie. Als <laughs> je ergens aankomt komt en allemaal, iedereen hangt rond u en ja, weet ik, wij het niet hoe groot waren de kampioenen? We zullen, het op de we zullen misschien ja. even eentje, ja. een stap ervoor Want jij zit in het Vrijzend volkstheater. Ja. Daar doet u een harde opleiding, zal ja, ik maar ja. zeggen. Dat je echt klaar bent. Ja, ja. Maar je hebt nog niet tv hè? Je hebt ja, nee. gedaan voor groot, veel publiek. Want dan wil ik wel even weten hoe dat die een overgang was ja. van dat naar. Ineens weet iedereen wie dat jij zeggen. Ah, wel, dat is ook een verhaal. Dus in <laughs> ik in dat gevoel. In 1989 in, in, in <laughs> of 89 ik ging dus, ik ging dus een jaar freelancen. Maar ik had zo'n beetje schrik van, ja, kon ik met een bout aan verdienen. Uh -huh. En dan heb ik zo pruisserij gedaan. En dan kwam er ineens een aanbieding. Want toen, in die jaren, uh, eind jaren 80, hadden ze zo de, de zondagavondtraditie uh, mee in Vlaanderen. Ah oh, ja, dat ken ik, dat was, dat was een merk, dat was zo'n oh, stuk de ja. pankart. Oh, ja. ja. TV-films waren ja. dat dan, oh, okay. En ik werd gevraagd om, 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 om een grote rol te spelen. Koppel, ik heb mijn Antje de Boek. Ja. Met de geld kon ze mijn dochter spelen, ik had nooit bedoeld. Uh -huh. Waarom dat ze mij een koppel maakte, maar bon, ik heb dat aangenomen. Het was een goede ervaring, ik heb dat gedaan. Um, en dan, uh, ja, nog zo wat kleine opdrachtjes en dan. Een tijd, een zes maanden later, belde de VRT mij en zei: Carrie, euh, het is niet voor u, hè, maar het is voor uw vrouw en uw twee dochtertjes. Want wij gaan met Antje de Boek en Michael Pas het landhuis maken. Ook een, een, een Made in Vlaanderen film. Mm -hmm. uh, maar we hebben ontzettend veel uh, jongere vrouwen met kinderen en zo uh, nodig. Ze gaan wel, dat is goed in die periode. Ik ben toch bij mijn schoonouders aan de kust. Is goed, dat gaan ze gaan. Dan kom ik even mee en dan zie ik Antje nog eens terug. Mm -hmm want we hadden dan die film maanden daarvoor gemaakt. De, ja, de kapersbrief was dat. De ja. kapersbrief. ja. ja, <coughs> ja ik de, kap de ja. kapersbrief. De ja. kaperbrief, ja. En uh, ik kom in het alleen daar en. Uh, maar in De Valk zat er ook in. Ja. Okay, maar in De zo. Valk zat, ja, ja. zat er ook in. Ja. <laughs> ja. En uh, ik kom eraan met mijn handje het babbelen en die zei: zeg, Carrie, ze kon niet bij de VRT van voetbalpoesje. Ze hebben me daarvoor gebeld, maar de rol, de dokter Beeken of zoiets, maar dat is niks voor mij. Trouwens, ik kon, die speelde toen bij de Tijd. Mm -hmm. Andere cultuur, daar mm -hmm. en ik zeg ja. Ah ja um, wanneer? Ja, Ze er gewoon nog die is maar ik weet het niet wanneer. Eens een telefoonnummer van, van de, de producer die er toe. Dus ik bel naar die producer Bruno Raas. Ik stel mij voor, en die zei ja, ja, maar wat heb jij zo al gedaan? Ja, nog niet zo vuil in die tijd. Ik was, mm -hmm. was 37 jaar ja. of steeds, maar ja, stuur me eens een curriculum op en ik uh, laat wel iets weten. Allee. Ik stelde een curriculum, kreeg bericht, die dag is de auditie. Voormiddag de mannen, namiddag de vrouwen. Maar kom de, en ik kom daar een keer op die auditie, de zaak tegen. Mm -hmm. Kort van Eigen kom ik daar tegen. Een paar acteurs, maar ook meestal denk ik van ja, maar wacht, 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 de zaak. Die was zo wat gekend geworden, die portier in, in Meesterij Begin 2. Ja. Mm -hmm. De, de, de Kort van Eigen, die ook zo luchtige dingen, maar dat zijn niet echt acteurs, maar ik denk mm -hmm. ja, allemaal. Dus we, en dan kregen wij zo uh, fragmentjes en dan moesten wij, moest, elke acteur moest en Oscar spelen en Xavier spelen en uh, een derde ronde, en DDT spelen. Ja. Maar ik had zoiets van, allee, ik vond dat leuke dingen en zo, ik had zoiets van ik kon hier nog wel blauw bla ontdekken. Mm -hmm. dus ik zeg tegen Willy van Duren die de audities afnam: Willy als ja, je wilt na een ik zeg ik ben vrij, ik kan nog blijven. Ja, zegt op dat is goed, dan kun jij zo wat tegenspel ja, geven, want, ja. want uh, hij zei dat ze zo moeilijk vinden dat dat blad te zien dan jullie. Te, ja. Wie komt er binnen? Danny Heile. Acht jaar mee in en het Volkstheater gewerkt. Hè. Alles samen gespeeld. Ik zeg, kom aan Danny De planken van de vloer spelen dan nou, ja. wel. Wij spelen daar inderdaad Oscar en Pascal. En die die is uit de wille, die zegt, gelukkig kan elkaar precies. En dan legden wij dat uit en op basis van dat zijn wij aangenomen. Ja. Want niemand kende dat niet heilen. Niemand kende Loes van den Neuvel, niemand kende Carrie zo En natuurlijk de Johnny en, en de Jaak, dat lag al zo goed als vast. Ja. Omdat ze, ze hadden gezichten nodig die de mensen kenden. Mm -hmm. uh, twee mensen die veel in, in, in de comedy sector gewerkt hadden, dat was gewoon, die hebben ze gepakt. Om, om de zaak, vooral, omdat die DDT, die doe niet bij de ploeg, dat was de vijand. Hè. Ja. Die, die kon zo solo slim spelen en zo. En de Johnny, ja. Johnny die, die hadden ze nog van, van de collega's en het pleintje, en wat weet ik mm -hmm. allemaal. Dus dat waren garanties voor hun. Dat ja, ja. <coughs> dat waren de bekende namen. Maar van ik de ploeg. was dus ja. om, daar ben ik terug op gekomen. Mm -hmm. Ik was de enige die bij een caféploeg gespeeld had. Ja. En dan ben ik met Willy van Duren naar mijn ploeg waar ik gespeeld heb, zijn wij uh, twee keer op de zondagvormiddag naar de kantine gegaan, want de Willy. Um, uh, Wouden wel doen, maar die kenden ook die wereld niet. Uh, eigenlijk. Hè. En dat is echt, echt Vlaanderen. Caféploeg, dat is, dat is Vlaanderen. Hè. Ja. Want ze hebben het in, in Nederland willen doen onder de titel, uh, een andere titel, maar ze hadden dan dingen veranderd. Ze hadden, uh, bijvoorbeeld, mijn rol: Oscar. Oscar, dat was, uh, en dat was ook het succes van, van, van dat personage, denk ik. Dat was een de upper underdog. Hè. Dat was. In café had hem niks. De Victorie. De Victorie. De Victorie. De Seizoen gelopen en, en dat hebben ze afgevoerd. Omdat, je dus de cafébaas, de man van de Poisin van, van en de vader van de dochter en de trainer van de ploeg. Ja. En ze hadden al die functies een andere rol gegeven, alleen aan een andere nachttuig. Ah, ja, ja, ja. Maar dan, dan blijft er niks over. Ja. En, en daarom denk ik dat, want ik heb dat maar vier jaar gedaan, mannen vier mm -hmm. jaar. Mm -hmm. Ik ben, mijn laatste opname was in, in december 93 of zoiets. Ja. Maar bij de mensen die zeggen ze altijd Oscar tegen mij. Ja. Dat is juist. Ik sta ginder geparkeerd en ik kwam zo langs achter. En ze herkenden mij oh, een minuut of half, een selfie te maken en zo. Hé hey Oscar, hé hey Oscar. Zoals ja. allemaal te doen. In mijn, in, <laughs> <laughs> in mijn dorp, in Wartenbeek, ja. waar ik heel graag gewoon in het dorp ze zeggen allemaal Oscar tegen mij. Ja. En dat is juist de kracht van dat personage, dat ze, ze Oscar-figuur nooit vervangen hebben. Yeah. En als ik eerlijk mag zijn, ik heb het niet allemaal blijven opvolgen achter de kampioenen, want ik had veel te doen, ik was met andere dingen bezig. Maar met mijn kleindochters, ik heb drie kleindochters, dan uh, zo had ik die jouw aflevering al eens boven. En ik moet toch zeggen, allee, mijn, mijn, mijn ziel zegt toch dat die eerste vijf jaren de beste waren. Dat was, zo. Ja, ja. Dat was echt, dat bleef. Ik weet dat wij met de regisseur. Een afspraak hadden van oké, okay, er moeten op 13 afleveringen per seizoen zeven over voetbal gaan. Ja. Punt. Ja. Op welke manier ook, maar dat moet echt met de voetbal te maken hebben. En dat was ook zo. Want achteraf zijn ze een beetje gaan freewheelen met allerlei dingen uit te vinden en zo. Maar ja, de kampioenen, dat is, dat ook, dat is, dat is geen reeks, dat is, dat is een instituut geworden in Vlaanderen. Mm -hmm. nee. Ze blijven dat eruit zenden. Vinden je dat leuk dat je eruit zendt? Ik lieg er niet meer van wakker. Ik heb er een tijd van wakker gelegen. Dat toen ik een jaar of vijf, zes weg was, begonnen die herhalingen. Vooral die eerste jaren dat ik erbij was. En dan kreeg ze van die mensen: "Hey, goeisjes, nopjes hè?". Uh -huh. ze. want ik had gewoon een vast contract op de VRT. Ik had geen enkel uh, rechten. Op dus, die personages. Dus ja. die toch dat ik, ik weet niet waar we geld verdiende. Maar dat, dat was niet waar. Dat, dat ik wel maar na een tijd, zo, na vijftien jaar, dacht ik als ze nog eens kan zei ik: "Oké, okay, ja." Ik zal het nu als een erentitel gaan beschouwen. Dat is het plaatje zeggen. Want uh, kinderen die nog lang niet geboren waren. Zelfs nog niet gemokt waren. Mm -hmm. Die zeggen altijd Oscar tegen mij. Dus, ja. ja, de populariteit ook bij jonge mensen is onwaarschijnlijk. Ja, ja dat is. Ja, dat maar ja. dat is een instituut geworden. Dat is maar wist je dat? Als je zo dat eerste seizoen. Want je vertelt in al die auditie. Hè, met, met Pascalke. Ay, Danny Danny oh. heilen. Er zit wat vertrouwdheid in. Maar dan is dat seizoen dan trouwens. Ja. Dan hadden ze het inblinken. Hadden gewoon op de set door van. Dit wordt, uh, dit, nee, dit nee, wordt onze afspraak nee. met de geschiedenis. De eerste eest, hoera was: We hebben het werk. Ja. We hebben dromen het werk. Ja, maar ja, zo is dat ja, meestal. Okay. Zo, yes! En je moet ook niet vergeten: Ja, maar zo is dat. dat ja, 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 ja. Een boterham, dat is al klein. Dat hebben we al. Je en, moet weten: Misschien soep. Dat een dienst fictie dat niet wou maken. Mm. Die zei: We gaan de golf over een voetbalploegskus. Een beetje culturele mannen, een beetje, beetje alle klassen. Houden, maar er is niks, want ik heb het al eens gezegd, hoe komt dat in Vlaanderen nooit een reeks gemokt wordt over, over voetbalploesjes of over het supporterslokaal van een, van een coureur? Alleen dingen die echt Vlaams zijn. Dus het de, de, de eerste jaar is gemaakt door de dienst Amusement. Mm. Die toen de speelprogramma's deden en zo. Hè, en die hebben dan gezegd van we nou, zullen wij dat produceren? Hè. En, en eh, je moet weten, op de VRT, achtste verdiep, denk ik, dat was. zo'n lange gang. Dat is hier ontspanning, dat is hier fictie. Ik spreek je niet tegen die? <laughs> 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 ja, nee, nee, die zegt. Zalig. En uh, ja, wij hadden erop. En ja, wij hadden nooit gedacht dat dat zo'n succes zou worden. Mm -hmm. Dat begon matig. En na drie afleveringen, die cijfers van naar omhoog. En tegen het einde van dat jaar zaten wij aan, aan bijna een miljoen. In tweede seizoen dat was echt dan zaten we, dan zaten we, we veel over. Onwaarschijnlijke cijfers waren dat. En ik had zoiets van oh man, misschien kunnen we dat toch een jaar of drie, drie doen. Mm -hmm. Maar derde jaar dacht ik van oh mannen, zeg, dat gaan we toch niet. Allee toch in jaar doen en dat denk. En de vierde jaar dan had ik zoiets van allee ik ben geen acteur geworden voor de rest van mijn leven één rol te spelen, ja. Oscar, alhoewel ik het graag deed, hè. en het was een toffe ploeg, daar niet van, maar ik denk alleen heb ik alles laten vallen voor acteur te worden. Ik vind dat fantastisch dat het, dat programma zo succes heeft, maar ik zou nog andere dingen willen doen. En toen kwam het aanbod van VTM mm -hmm. van uh, voor Lilia Marleen te doen, en, uh, en Lilia en Marleen had ik al gedaan bij het voor, want het is gecreëerd ja. bij het reizend ja. Volkstheater. En uh, ik heb dat spel heel eerlijk gespeeld. Ik heb dat gezegd tegen de directies. Ik dat is mij aangeboden. Staat er iets tegen? Nee. Bye. Man, tot... <laughs> <laughs> was, het, was het zo gemakkelijk zoals je het nu zegt? Mm -hmm. Ja. Want, nee, je nee. Doe, Want Ik neem aan dat je ook wel nee, maar vriendschappen hebt wist... gesloten op die ja, 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 ja. En samen dat avontuur beleven Absoluut. en die bekendheid. Absoluut. Uh. Maar ik wist, ik, wist, ik wist ook voor wat ik wegging. Ik wist dat Lily en Marleen. Dat heb ik 252 keer in mijn leven gespeeld, dat stuk. <tie> mm -hmm. En ik was, dat was. Allee. Want de reeks is gebaseerd, het eerste jaar is gebaseerd op het stuk. Yeah. Oh, maar dan met langere scènes gemaakt en zo. En ik wist wie dat er ging meedoen. De Frank Aandeboom, Marie -Lou Mermans, uh, de Bob Sneijers. en denk je: man, dat is bingo. Yeah. En uh, toen was er bij VTM, dat was nog onder Mikey Guido... <tie> Mm -hmm. En die geloofden daar ook in. En, uh, en hoe is dat daar eigenlijk terechtgekomen? Zijn die andere acteurs wisten dat jij die rol veel gespeeld ja, de, had? Of dat was ja, iets? nee, dat was zo. Dus, dus Er waren onderhandelingen tussen uh, de, 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 Walter, de Walter van der Velde die het geschreven heeft en René Vlaje, de, de mm -hmm. producent. Ja. En um, de Walter had gezegd: van: Als we het, als we het uh, voor televisie doen, dan zou ik een paar rollen willen vervangen. Uh, want uh, alleen de enige van de originele cast uh, was de, zijn vrouw Simon Peters, mm -hmm, ja. Ike en, en Bob Sneid, Stavros. Wij waren de drie die de, de oorspronkelijke gespeeld hebben. De rest is dan vervangen door, natuurlijk, meestelijk. Frank Allen, Boem, ja. Marielou, Modeleza en Donglerik, dat was ja. Mm -hmm. hey. En ja, wat is de charme van, van, van Lili en Marleen? En daar heb ik altijd in geloofd, dat is echt. Dat is ten eerste een hele kleurlokaal van Antwerpen. Mm. Dat, is, dat is volks, maar dat is zo dadelijk geschreven volgens, volgens de wet van de Lachende Traan. En dat marcheert altijd. Als je de Lachende Traan goed in evenwicht. die zit zit te schateren aan het lachen. en dan denkt hij: oh nee, zeg dat niet, doe dat niet. Mm -hmm. Ja, dat is. is Vergeef ja. jij dat ons, als wij. toen uh, we die vrouwen onttoe dat is niet overdrijvend, ik heb er straks in de WhatsApp naar hem gezet. Kampioenen, dat is onze generatie. En dan is er zo de generatie, Carrie, dat, dat je wat ouder wordt. Dat ja. je zo in je twintiger jaar zit en dan kijkt je geen tv. Ja. Dus Lily en Marleen, dat is voor ons een gat. Je ja. weet dat ja. dat bestaat, ja. maar dat is een gat. En alleen ja. niks mee dit, dat is gewoon, ja, zei gezegd, onthuisgegaan. Whatever, maakt niet uit. Tachtig ja. procent van alles wat binnengekomen is, heel veel gaat over Lily en Marleen. Ja. Als je een ja. alien zegt en je weet niks hierover, dan denkt Lily en Marleen, dat is de rol waar je voor herinnerd gaat worden. En dat vind ik... Dat, vond ik ah, wel, ja. strop, ik dat wil, is ook ik zeg, terwijl... een vraag die mij veel gesteld is. wat hebben in het liefst gespeeld als kaas of chef. Ja. Maar ik vond chef heel plezant om te doen, omdat de Walter kende mij ook heel goed en, 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 en het plezante is, hij heeft dat ge, gebaseerd op, op echte mensen die echt bestaan hebben. Want de café De Lichtoren, dat, dat was op de kaai hadden ze van achteraan een friteur, een mm -hmm. grote friteur vroeger. En daar die hoek, dat caféke, dat was De Lichtoren. En noem ik Henrik, en hij hebt daar foto's. De, de, de Walter, zijn grootmoeder, dat was de, 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 de dat was lezen. De, de, yeah. Dus het, hij heeft het allemaal, hij, hij heeft allemaal uit, 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 zijn, uit zijn verleden gehaald. En dat waren zo'n prachtige figuren. En toen hij mij vertelde, de figuur van Jeff, die dan mm -hmm. denkt dat hem, dat hem de grote artiest fantasist is, maar yeah een acteur van het vierde Knopschat is dat ja. dan. En, 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 en zijn vrouw, Eda, die kan, die, kan, die kan dan gewoon zingen, die had dan, maar dat was echt... Uh, en dan later, ik zie het op de foto, de dingen de rollen die we erbij gingen, Hubert Dame, die speelde dat toch ook? Ja. Hubert Dame. Witse! Ja, ja Witse. Maar ja, dat was, hij heeft eerst dat gedaan en dan heeft hij Witse gedaan. Hè, mm -hmm. Maar die speelde zo de... de, de, de ja, de gigolo, de, ja, 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 ja. de man die met de rollen geld in zijn zakken die er altijd alles ja, echt op zijn, ja. ha zijn hand zijn... Maar dat was zo herkenbaar. Zo herkenbaar allemaal. Ja. Ik heb dat heel graag gedaan. Want als je, hè, als je begon aan, aan de kampioenen en je zet dat dan toen. Hè, en je deed, die, je deed die eerste opname. Je denkt, hey, drie maanden werk. Jei, het gaat allemaal goed, het is allemaal tof. Dan zie je die kijkcijfers gaan, maar wanneer begon jij ook ineens te voelen? Van ik ben gegaan van een nobele stil, hard te werken, acteur, ja. krijgt wel appreciatie van ja, ja, ja. publiek, maar nobel onbekend ja, 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 over de straatwende, in ja, ja. ja, ja. ineens. Ja, ja, Zie dan... iedereen u uur ja. wandelen en zeggen ze allemaal: Oh. De eerste jaren, dat was verschrikkelijk. <laughs> Alleen de eerste twee, drie jaren van de kampioenen, dat was, uh, want dat was een evenement op de BRT. Eerder zagen de mensen de zaterdagavond op de prachtige. Na het nieuws, je kunt niet beter staan. En, uh, dus dat was een enorm succes. en toen, Ik woonde nog in Antwerpen toen. En toen hadden we op de maandagavond die fameuze maandagavondconcerten. Dat de bijaard een bijaard speelde. Ja, ja. En dan stelden de, de en de terras. En dan ging iedereen uit. Dat denk die, ik ook nog ja. als, als jonge gast. Maar ik kon niet over de markt gaan. Hè. Nee. Want we waren aan het en dan na tijd rond een uur of zeven. woonde de stad. Er waren er ook al veel die na het werk direct in, in, de, in de pils waren ja, luid, ja, ja. En dan, ja, allee, maar mijn vrouw heeft het altijd heel goed opgepakt en zo. Maar dan, allee, dan, als u begonnen begon vast te. Want toen was er nog niet zo selfies nemen en zo. Nee, dan, nee. Dat was nog niet zo. Maar als ze dan zo naar huur kwamen, Oscar, en ze, ze begonnen op mijn. Maar de klets, kop te kletsen en zo, dan denk ik. Ja. En je moet beleefd blijven, hè, want ik bedoel... Anders... Je kunt niet winnen. Nee. Je kunt nooit winnen, hè. Nee. Nee. Eh, want dan zei hij die ken ik van de tv, ja. de, de, niet doen. Hè. Maar dan heb ik gezegd, man, ik kon dat niet meer doen die maandagavond. Ik kon niet over... Ik kon ook toen... Ik had een bespreking in juli, in de volle vakantieperiode, met de Gaston Bergmans. Die er altijd een, een appartement voor een maand aan de zee in Blankenbergen. Nee. En ja, we hadden aan het vergaderen en zo, en de Gaston die zei van, ik wil even een wafeltje gaan eten of iets gaan drinken of zo. Ik denk dat we een uur, 20 meter gedaan. Ik ja, heb ja, ja. met de Gaston in steen, dat was, en Steen, alleen dat was echt niet te doen. En dan zo'n zo, zo, Gaston bij mij zo. Dat was ver veel, veel, de telefoons bestonden. Zo, hier zo'n baby van. Hier, even een foto's te halen. Ja. Stonden daarbij. <laughs> dan zie die weglopen. En, 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 Oh, Duurt het ook keihard lang die, voordat hij terug zit. En die klagen oh. en dat kind schreeuwen en wieke, maar doodelijk dat je zelf vond. Oh, man, <laughs> stok, dat is <laughs> Dat moet maar, toch ook wel wat gewist zijn, eigenlijk? Hè? Als je zelf vertelde dat je zo in het wit paard wordt, gewoon kijken, ja, dat je met ja, Bergman het. zat bezig dat gezien. Was het. En dat je dan ineens op een bepaald moment werkte, ga je ook met die gasten. Ah, wel. Hè? En dat was zo. Dat was, uh, dus ik had uh, Lilië en in de creatie gespeeld is het volgende jaar. Maar dan in het tweede jaar van de kampioenen, denk ik, ik in de, in, de, in de Kerkstraat. Ik was bekorken aan het tweeten, de zondag namiddag. Telefoon. Mijn vrouw zei: Kari, het is de zekere René Vlaaier voor u. Ah, ja, ja meneer Vlaaier. Ja, met Kari Goosjes, ja. Ja, zeg, we zijn in Kwikken aan het opnemen met de Gaston en met de Leo. En uh, er moet ja, een tegenspeler, die moet vier, vijf mimiek geven en dingen. En dan gaston weer het meug. En die heeft gezegd: Weet je wat, Beldy is naar Antwerpen. De ik heb de retarine ret meegedaan in dat stukje Lille en Marleen. zoek dat daar eens dat dat is? En God in die zalen. Want... Zo, hè? Ik, was, ik, ik ben er nou overal met mijn. ja, ja denk dat je erna uit zie, je eigenlijk een beetje. <laughs> ja, Goeie, dat is goed. Met je salopet zo wat <laughs> <Met laughs> ja, cool. Dat is goed, mannen. <laughs> <babé>. Dus <laughs> ja. ik um, 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 zijn Ze zijn me komen halen. En dat was echt. in... in, in, uh, in uh... In, in, die stal in een kazerne, waar de, waar de paras zitten daar in die ste. En dan was ik, ik kwam daar aan, dat was zo wat meegeven op, op dingen die hij zei ook en zo, mm -hmm. dus dat ze konden knippen en zo. En dan hebben wij contact gehouden. En dan ben ik bevriend met de Gaston geworden. en dan uh, kwam, ging ik weg, kwam Lili en Marleen, en dan ik heb nog uh, kwikjes gemaakt, met, met Leo bij ook, als, ja. als, als derde. En dan is um, Leo uh, overleden en dan ben ik, heb ik veel met Gaston gewerkt. Hoe waren die eigenlijk, met twee, als je erbij wordt? Oh, die, 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 die waren... Die... <laughs> <laughs> kende je dat stuk, The Sunshine Boys? Nee. Dat is ook, nee. Nee. een stuk, over ja. twee oude komieke. Zeg maar me wel. Ja, ja maar is, uh, de gekende gekende filmen ja dat is toch met, een met film met Walter Matthau met Walter Matthau ja. en dingen zeker en uh, is dat Jack Lemmon ook nee nee daar is dat is de yacht couple de yacht couple juist met met Burns George ja, Burns ja tuurlijk, ja, ja tuurlijk 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 en ja. dan, dat, dat is Gaston en Leo hè die, die, ja zo waren die ook op die dingen en de, de Gaston die dat zijn zijn goede dagen en zijn minder goede dagen zo ja, dat is toch geen, dat je er een beetje over hoort dat dat ja, zo ja, moeilijk Ja, ja, dat was, was. niet echt. Je kon soms pitte puiterig zijn en dit en dat. Maar uh, de leeuwen, dat was. Mm hij -hmm. mocht niet te veel whisky drinken, want dan begon hem grenzen te klappen. En dan doe ik zwagen, na. niks niet meer zeggen. Maar ja, alleen waren twee. Ja, die geen mee van die twee mannen. Nee. Mm -hmm. Want alleen dat bestaan honderden duo's, komische duo's, en sommige zijn wat beter dan de andere. sommige zijn niet al goed, sommige zijn niet om aan te zijn, maar de, ja, die chemie En pas op, ik, um, als ik me niet vergis heeft René Vlaaie die eigenlijk bijeengebracht. Mm -hmm. Want uh, in de jaren, eind jaren zestig, begin jaren 70, mm -hmm. dan had de, de Gaston niet dat op als, als uh, conferencier, komiek, mm -hmm. uh, maar conférencier. Nee, dat stand dan, nou, dat waren mm -hmm. conferancies vroeger, ja. dat was de benaming toen. En de Leo die had een orkest, die had een groot orkest. En, mm -hmm. en die traden soms s'avonds op. Met de Leo missen een band in tweedpaard Paard bijvoorbeeld. Mm -hmm. En een van de, van de, van de vedetten die de, was de Gaston. Die op de, maar dat was ongelooflijk. Als ik weet dat ik man tien jaar, twaalf jaar naar Gaston en Leo ging kijken. En dat je dan achteraf met die mannen. Dat, ja, dat is toch wel, dat, dat had toch iets. Ze ja. ik, ik, worden ook worden dan zenuwachtig. Je ja, gedaan? ja, in en jij moet daar aankomen. In het begin, ja, ja. Dan denk je er toch echt van. Ja, Ja, ja dat was zo. Alleen, maar dan, dan moet moeten natuurlijk op, op je. Om daar, je zit onder de indruk, Ik was zenuwachtig, maar ik denk, maar ik moet er nou wel even gaan. Want als ik mm -hmm. nou zomaar stuntelijk doe, dan moet ik niet meer terugkomen, denk ik. Dat is, eh, ja. Dus je moet, je moet wat geluk hebben in, in ons job. Dat zullen jij ook wel weten. Mm -hmm. Je moet, je moet af en toe wat geluk hebben, maar je moet ze ook pakken. Ja. Je moet ze pakken. Dat is het. Dat is echt de sleutel van alles. Dat ja. is het moment dat je het krijgt, moet het pakken. Moet het pakken. Ja. Ja. Mm -hmm. Maar ja, dat is, dat is soms makkelijker gezegd. Dat is gedaan. waar, want dat lukt ook niet altijd. Dat lukt hè, niet altijd dat, dat, je hebt maar, ook niet altijd uw nee, goede dag. Je, hebt nee. niet, ja, je bent niet altijd informed. Het is niet altijd de juiste omstandigheden. Nee, nee. Je moet soms ook een beetje chance daarin hebben. Ook. Ja. Maar je moet het vergaan. Zeggen, als je... Um, Kun je jij, kun jij geven? Ze jullie aan een gemakkelijker moment te spelen? Want je hoorde soms wel van, van grote, zeker als ze, als, ze, als, ze, als ze een succes hebben en, en, ze zijn, en iedereen komt voor hun, dat het niet altijd makkelijk is om het te geven. Als je in want als, 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 als een, als een, een jonge Carrie Gozen staat, je ziet die twee iconen of zo, gaven die je moment? of moesten we echt wel een bogen ertussen? Nee, maar je, je moet, allez, ik bedoel, ik geef daar wel rap door dat, dat, dat de leden. Wat gevoeliger is dan de andere, en, en als je zo een paar keer gerepeteerd hebt, of opnames, nou, dan, dan weten we, dat, dat is een, zo, een, een, een natuurlijk gevoel, dat, vo, dat moet we wel aanvoelen. Van, van, uh... Want als je op een set zit met jonge mensen, bijvoorbeeld, ja. hè, een reeks dat je tonen onderhoudt, of weet ik, wat jonge dingen dat je doet, en je zit door jonge mensen waar je voelt, die moeten nog veel leren. Ja. Zet jij dan een beetje een, een, een vader, of weet je zoiets van, nee, het is ieder voor zich. Als je nee, hier nee. komt staan, dan moet ja, het kunnen. Ja, ieder voor zich, vroeger, hè nu ben ik, ben ik echt een oude zak te spreken. Maar vroeger dan op opnames of zo. Wij doen dat ook alleen maar, ze al, dat dus, op, uh, op opnames, dat was tof. Dat, we zaten met die acteurs, maar iedereen. Nou, ik ben de enige die, die, de, de, de die zo'n telefoniekenaar. Oh god, wat is dat, uh, Carrie? Laat dat eens in de is camera op, is zien. Op op een een... De camera. En, daar is de camera. Echt, ik zal hem even, ik uh, ik zal even lopen je je lopen. Oh, Dat is zo'n flip phone, Ja oh, 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 voilà. goed, Bangelijk. Is, dat is, is zo'n matrix. Hij ja is indrukwekkend. Ik zal hem ook voor houden. Ze kunnen mij bereiken. Ze dus kunnen mij uh, bellen, uh, voilà. Open is uh, hem nog indrukwekkend. Die open is nog indrukwekkend. Ja, dan past dat nog gewoon in uw woorden. Dat ligt eigenlijk beter om uw woorden ze zo weten zo'n smartphone. Dat moet ik wel zeggen. En, 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 ja. ik, niet, ik wil ook niet meer. Ik, 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 ik moet dat niet hebben. Mm -hmm. ik, ik bedoel, ik heb al zoveel te doen. En eh, als ik iedereen ermee bezig zie, dan denk ik: man, hè, Hallo, ja. ha, ik ben er een man. Hè? Ja. Want ik heb één keer, keer in mijn leven. Dat is nu al drie jaar geleden, denk ik, mij echt kwaad gemaakt. Dat was met een opname van De Zuilen van Manaas. Mm -hmm. En dat was een acteur die stond tegenover mij zo. Maar dan gaan we gaan opnemen, ja, ja. Drie, twee, één. Tekst, 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 tekst. tekst. Kut, ja. Zie weg. Ik, ik gooi in het water. Je kunt kiezen, nou, hè. Oh, zalig. Wil jij deurgaan van een de acteur of wat? Mm -hmm. oh, ja, is, is dat respect voor het vak? Is dat respect voor u? Of dat is dat respect voor het vak? Ik moet je toch even concentreren. Je moet, op het moment dat de camera draait, moet je met niks anders bezig zijn dan met dat. Mm -hmm. En dat wil zeggen, de aanzet en de apre. Maar je moet, dat, je moet dat dan ook meestal drie of vier keren doen. Mm -hmm. Op een teken zo. Maar dan denk ik, ik ben al het doet dan, dan is dat is of zo. Jan van Dijk, ik heb veel met Jan van Dijk gewerkt, <Laborator ilfiğim> ja. ook de simpelste die zinne. <śś pulled> en de maar dat is zo. Dat de eerste iPhone dat uitkwam, ah ja dat hè. Ja, ja. ja Maar dan als dat zo pas begon, op de set. ik had mijn telefoon, ik je, ook, je een telefoon en ik zette dat op stil en ik liet dat in de, de lucht liggen. Mm -hmm. Hij niet hè. Hey, overal. Hey. Ja. Eerst een take, bukt er een boek ja. hey, De roes in, het water in. En dan kwaad, kwaad op, op de klinste. Zeg, maar Jan, laat dat toch liggen? Mm -hmm. Dat is, allee, daar kan ik niet ja. meer. Dat dat... Ik had dat in de, de truc is vaak, en dat is, het, dat is eigenlijk het probleem. Om, als je er niet meer druk in wilt maken, want ik herkende dat. Ik herken dat keihard wat jij zegt. Want ik was ook een van die mannen dat dat het, het langste heeft volgehouden. Van heel de vriendenkring met zo'n Nokia 3310. Ja, ja. Ik heb er eigenlijk alleen pas één gekocht toen ik een Auto gekocht had. Waar je geen CD-speler meer in had. Ah, ja. Dus je moest Bluetooth hebben om muziek ja, ja, ja. te kunnen spelen. En dan heb ik een smartphone gekocht. Maar ja. dat is letterlijk de reden. En um, nu merk ik dat omdat ik er zelf één heb, dat ik even asociaal geworden ben als ja, al dat... de rest. Dus dat mij dat niet meer stoort. Maar als je die gasten die je die niet heeft, dan werkt dat ongelooflijk hard ja, op je zenuwen. Het zijn, is ook. de nuchteren op een feestje. Hè? Ja. Ja. En het is ook een klein beetje soms, vind ik dat een beetje het equivalent van dat je met iemand aan het babbelen bent. Of zo, er, heb ik heb hier dat vroeger heel veel ervaren, voordat ik zelf zo'n telefoon had. Alsof je een uitleg tegen iemand aan het doen bent. En die slaat een gazet open in je gezicht. En je zegt, joh, jo, babbelt maar voor, het en aan het lusteren. Ja, ja, En dat ja, je zo ja, denkt, maar ja, ja. je bent helemaal niet aan het lusten. Ja, ja. Je ze zelfs daar. niet aan het zien, ga voilà. een gazette voor je gezicht Ik zie in een restaurant zo, een jonge koppel met twee kinderen, alle vier. Hè. Ja, ja, ja. En dat is een raar zicht, hè, eigenlijk, als je dat, ja, dan als je dat, je, dat begint ja, te observeren. Ik heb altijd een van, boe! Je <laughs> <je> <laughs> <laughs> en dan pakken ze waarschijnlijk een foto, op. het is een Oscar ja, van de kampioen. Ja, allemaal erop. Dat is wel ja. een Jan ja. van Dijk. Ik ben, die, ik ben, ik ben twee, die Wel een loopbaan in Parijs, gehad. Ik ja. ben twee keer gaan zien naar de, naar de Lido waar hij we werkte. Man, 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 dat was een machine. Die Lido, dat is ook zo. Het bestaat niet meer het is opgedoekt. Mm -hmm. Maar die heeft acht jaar gedaan. Acht jaar! Mm -hmm. Ik denk 350 dagen op een jaar. Om half negen en om half elf. Twee keer dezelfde nummer doen. Ja. Acht jaar. Ja, oké. Okay. En hij woonde 40 kilometer buiten Parijs en terug, dat was echt... Maar dat was ook zo, ja, dat is een zaal van... Dat is een klein podium, want daar dat, dat verschouw ik van. Want hij heeft me een rond, rondleiding gegeven zo, en dat ik op die scène stond ik, oei, dat is klein. Maar dat is zo, ja, dat zit er wel in de bouw. Een ongelooflijke zaal, dat is zoals je in Las Vegas zelf die moet trainen. Zo met, 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 met tafeltjes ja. en zo, dat is, Ja, 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 ja. Was echt. Maar dat was een ervaring, denk ik, dat je gezien hebt. Ja, ik heb dat... er is een paar shows in Vegas gezien en dat is wel indrukwekkend. Ja, ja, als je dat daar ja. bent. Omdat die ook zo van die, die hotels daar, die hebben zo zalen, dat je, dat je denkt: oh ja, dat is die zaal hè, in een hotel in de lobby en je gaat daar binnen en dat is zo'n bak van tien, dus, ja, 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 ja. Dat je denkt: wat? ja, ja. Dat, dat is een theater dat je hier zou dat het ja, grote ben... theater van de stad zijn en daar is het zo een van de. Als ik in, in Nashville was, hè, dus de. Ja. de... Buiten de stad hebben de, de, nu de, de, de Grand Ole Opry. De... Daar al ooit geweest? Ja, ben er geweest. En? en dat je op die scène komt. Dan... Ja, dat Want is vroeger, toch ook een plek mee heel veel vroeger geschiedenis? Vroeger was dat een, een, een kapel in de stad, hè. Ja. die stad er nog, die kapel, waar de ja. radio in drie, twee of 53 begonnen is. Ja. Den eerste country-programma dat nationaal ging in Amerika. Ja. En, maar dat werd dan alleen zo'n succes dat ze dan een nieuwe Grand, Grand Opry. Maar dan, Alex Jong, die, die, die loges, dat was ongelooflijk. En dat is zo, ja. Dan komt je in de loge waar uh, Willie Nelson gezeten heeft, uh, uh, Johnny Cash, ja, ja. Die, Waylon Jennings, al die mannen. Ja, ja, al, al die mannen. En, en, ze, ze, ja. hebben, ze hebben daar een grote overstroming gehad. En in de, in de green room, waar je dus moet wachten voordat je op hadden ze zo een, een, een lat gemaakt op de muur. Totaal was het water oh. geweest. Het was echt enorm. Ja, 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 ja. de, 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 de en en um, op de scène, de, zo deze grootte van die tafel in zo'n zwaar hout een houten plank dat die vorm rond en dat hebben ze gered. Ja. En de, de rest is allemaal overstroomd van die scène. En dan hebben ze daar heropbouw gedaan en die blok. Maar ja. Hank Williams is nog opgestaan. He. <laughs> ja. Die hebben natuurlijk gelijk, daar mochten gaan opstaan. Oh. En dan zie je die zaal, dat is zo. Ja. Maar dat is Amerika. Dat, ja. is, uh... dat is altijd, die, die weten wel van showbiz, weten die wel van ja, alles maken hey, van die alle mannen. show. Dat is ze wel zo. Ze maken van, dat, is, dat moet ik ze geven. ze ja. geeft ze de grootste prul ze maken dan een show van ja. dat is uh... Heb je daar iemand zien optreden? Heb je daar iemand bekend gezien? Iemand, of, of uh, nee, 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 nee. Ik heb, ik, nee, nee, ik ja. heb echt zo, want in, in Cody was er zo'n klein theater en dat was de plaatselijke uh, vedette zo. Maar die was, die was wel echt goed zo. Ja. Ja. En ook, allee, ik ben ook beetje, ik kan, ik kan uh, matig gitaar en banjo spelen. Nee. Maar daar heb ik muzikanten gezien. Dat ik mm. denk, oh, en die leven, muzikanten op tipsen, punten. Ja. En niet dat er in een café aan het spelen dat is niet van. Dat is gewoon van wat, wat, wat ze willen geven. Nee, maar, maar ja, dat is ook hun, hun ding. Hè, die, ja. die country style dat is, dat is ongelooflijk. Dat is, uh, mm. Zo indrukwekkend. Ik heb wel mijn idolen hier in, in Antwerpen gezien. Ik heb hier uh, Willie Nelson gezien. is hier ja. geweest. En, en, uh, dat ook. Ik ga niet veel, ik, ik, ik haat zo van die. 60.000 man bij je nee. in ja. ja, Festivals. Ja, festivals. Dat is ja. Ja. not my cup of tea anymore. Is dat, is dat omwille van dat je dat niet meer ongestoord kunt doen? Of was dat iets moesten onbekend geleven nee, 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 nee maar, maar dat is allemaal te groot. Ik heb alleen. Ik kom van een generatie in diezelfde zaal, de parochiezaal. Dat ik zei van Herman van Wenen. Ik heb de Kings gezeten. In de ja. parochiezaal in Mechelen. <laughs> wij, zaten Wel, daar, wij zaten daar, <laughs> zeer naïeve Mechelse kids. Achter die doek en die keer hoorde hij echt. Ja. 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 Als je dat gaat dopen, braken het kot af. Ja. Dat was echt alleen een, een ervaring. Weet je dat? De beelden bestaan, hè, dat in, Ik woon nu in, in Wachtenbeke, dat is tegen Zelzaten. Die mm -hmm. natteuren in een café in Wilde Zelzaten. Ja, 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 ja. Dat ik, dat is toch niet, allee. Ja. Dat was toen de, de tijd dat dat allemaal kon. Ja. Maar nu is het allemaal zo. En dan zo als je dan zo iemand ziet staan, ja. op zo'n scherm, dan denk ik nee, dat, ja. dat, dat ook niet meer Ah, oh, hier zijn beelden van. Ja, ja. Hier. hier ja, hier, ja, dat, zie. Hier, dat er in Zelzaten. Ja, ja. Iets waar elke Zelzatenaar trots op is. Fantastisch, ja ja dat Fantastisch, dat. jongen. En, en daar... dat is nog ICAN-Tena zelfs. Nee, nee, oh. dat, is, dat was zij alleen, maar ze zaten daar drie uh, iCants bij. Ah, oké. Okay. Zat er zaten danseresjes bij. Ah, oké. Okay. Right. Man, maar je moet dat zien, die staan zo in een café ja, ja. Opzij zo, hè, zo maar weggedrukt. Ja, ja. Zo, dat kun je niet geloven. Zalig. Ja ja. Ik snap ik wel dat die uh, ja, die had ook wel een bijzondere relatie met België ja, al de Tina met, Turner. Dat heeft uh, je ook altijd gezegd, dat weet ik wel. zoals van Oosterwijk. Ja. En als zij als zij de dus de eerste eerste In Is in ook. in kun je dat niet geloven? Vind die zelf... mensen er al allemaal zitten in het meetjesland. Ze dat hier allemaal zeggen, nou nog een Zie je het, dat is dat maar zo luid. Moet je die zo roepen? Ze konden ze bijna aanraken. Ja, ja. Is, eh. Hoe goed is dat, man. Ja, Wat een coole vrouw was dat ook, Tina Turner. In die tijd. Eh. Wel best een grote plek, hè. Een goeie, goeie... Allee, toch, het is niet een onnozel podium of zo. Ja, ook ja, zo, de muur, Ja, ja zie. En dan, ze, mannen, ze ja, ja. zaten op de grond en zo, hè. goh maar man, dat je daarbij wordt, jong Fuck. Toffe beelden. Dat zijn nou, toch momenten dat je, is, dat is, je ja. denkt. Ja, ja. Ja, soms hey, je moet ik ook gewoon la chance ik, hebben, hè? He? Ah, wel, ja. ik zeg nu iets van de week. Ik kijk, top, maar zo van die mensen daar, ja, charisma, hè? Mm -hmm. Dat is zo magisch, wordt, Maar dat is ook iets magisch. Dat is, ja. ik, um, ik, weet dat zij de goede band had met Jos van Oosterwijk. Mm -hmm. Kind ermee, Jos van Oosterwijk, ja, de man. om te zien, de man, de man, ja. echte, echte de man achter, de al de platen ja. en zo in, ja. in, in Vlaanderen, in België. En die heeft na de problemen met Aikas als er gescheiden is en gaan lopen, ja, ja. Die is. Die, en die had niks, die had schulden, die, had, die zat echt tot hier in de, in, in de problemen. En de zoon zei van, kijk, ik zal voor u een tournee in, in Europa zorgen, maar ik moet overal spelen. Wat mm -hmm. ik kan vastleggen, leg ik vast. Hè. En daardoor is ze... Allee, dat is een gro dat, dat groot aspect geweest, van dat ze erdoor gekomen ja, is. Ja. Allemaal, en daardoor is, heeft, heeft ze ook die band met België, dat ze dan zei van... Ja. Maar 20 um, um, oh, jaar geleden hadden ze nog dat programma Het Gouden Oog. Ja, dat ja, ja. ken ik nog. Ja. Ja, en ik moest daar eens een aankondiging doen, denk ik, of zoiets. En wij stonden allemaal... Je kent de, de cursal van Oostendel, mm -hmm. die lange gang beneden ja, met die... Ja. Dat de, 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 de precies zwembad. Zo. Ja, 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 ja. En ja, ik stond, ik stond daar achter zo te wachten. Want uh, veel volken en dan gaat zo een deur open. En die stond dus bij mij. Mm. Maar dan durf ik niet meer te <laughs> Dat snap ik. Heb je iets gezegd? Nee, zei niet Hallo? <laughs> maar dat is dus. Het dat is, dat, dat is een charisme. En die, en die ging naar boven. Die was met een privéjet gekomen. Die, die was toen um, uh, aan de kust. Nee, Die was toen in Londen. En de zoon werd gebeld. En die zei: Kun je één nummerje komen zingen? Eentje. Up even over van Londen. Nummerje zingen. En dat was nog. Uh, als ze die van James Bond film, Goldeneye. Oh, Golden ja. gedaan, okay. de grote, vliegt ook in terug naar Londen. Ja. Maar dat is, dat is zo'n precies. Ik heb ze ook gezien het Sportpaleis in Sportpaleis in 1989 of zoiets. Dat was ook zo van die... het Sportpaleis, dat deed dat, dat ook nog wel eens doorvroegen, dat vind ik toch haalbaar. Mm -hmm. Maar zo van die. Van die... Ja. Dat was ook wow. de periode dat hij haar even hoog was als er een kop. Dus je ja. had een kop en je had een even grote hoop haar erboven. Dat is een ja. waanzin. Ja. Wat voor een kapsel dat hij toen had. Goed benen altijd, hè? Zo dat werd altijd gezegd. Een jaar of tien geleden was het, 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 het filmfestival in Gent. En ik hoorde dat um, die, die fameuze acteur die. In, oh, wat heeft hem nu weer gespeeld? Van. Uh, um, 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 een man called Wolf of uh, oh, The Dancers with Wolves. Ah, oh, Kevin, Costner. Oh, yeah, Kevin Costner. Ja, ja. Yeah. en die kwam met zijn eigen countrygroep, want die speelde ja, bij country. die Je speelt country, ja. inderdaad, ja, een ja. ja. klein zaaltje die ging. Ja. En via, ik was toen nog, toen ik er nog mensen nog VTM, nou ken ik daar niet de mensen mee. Um, um, En ik kon een kaarten krijgen. En ja, oké, okay, dat was een zo, en dat stond, klein Zo, in dat is kleipieken klein pieken van achter. Klein en die mannen begonnen zo wat te spelen. Oh, en dan lukt het vol, dan lukt vol, uh, zo wat meer naar achter, nog een beetje naar achter, en ook zo tegen een de deur. En iedere keer gaat die deur open en die komt binnen, mm -hmm. Kevin Koster. En die zegt zoiets en die geeft zoiets die maar een aspect van charisma dat is. Ja. En dan denk je, ah ja, nou verstand ik het. Ja. Dat je zo, zo op een scherp mm -hmm. zo overkomen, geweldig. Ja. Geweldig vind ik dat. Ik vind dat, dat is niet voor niks dat mm. dat... dat dat die groot zijn. Dat, die ja. daar, uh -huh. dat is niet van niks dat die. Uh... Ja, je ziet dat in sommige films ook. Het zo Apocalypse Now, die film. En helemaal in het begin van die film kreeg Martin Sheen zo zijn opdracht eigenlijk. En een van die mensen die dan op de tafel zit, is een hele jonge Harrison Ford. Ah, dat kan zijn, en dat is ja. ook zo'n gast die al van dat scherm afspat. Ah, ja, maar ja, dat is. Zonder dat hij veel moet doen, valt hij je nu direct op. En dus dan weet, wauw, wat een. Ja, ja. Wat een Persoonlijkheid of wat, dan ja, ja, dat straalde die... er de een of andere reden al vanaf. Ik heb dat ja. zelf ook al ervaren dat ik daar een voorstelling ga zien, hè? En, mm -hmm. een, uh, oh, nee, een of andere voorstelling. En ongewild is er altijd ene persoon zodat je het altijd terug naar kijkt. Ja. Waarom, je kunt dat niet altijd uitleggen, maar ja. die, dat is charisma hebben. Hè? Die vraagt ja. die die niks, maar die zuigde je. Heb je ooit gemerkt dat ze dat van u ook zei? Want dat kun je over u eigenlijk ook zeggen. Hè? Mam is veel gelachen, dat weet ik. Maar uh... nee, nee, maar dat, is, hey, er is ook een. Nee, waar ik, ik, wel... ik geloof, Er is een reden ja. waarom je de carrière hebt. Dat is ik niet heb... dat je het kunt. Ik heb veel er is... Schoen... Er, is, er is niemand. Ik had dat er straks ook. Hey. Ik heb je natuurlijk wel al gezien, ja. nooit ontmoet, maar wel gezien Maar toen je straks belde, stond voor de deur. Ik dacht wel, fuck, Kerrygoes. <laughs> ja, 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 en ik, ik ging ervan uit dat je ja, ging komen. Ja, je ja. Okay, ja, ja, je is, is, en en het was wel zo. Ja, dat is Kerrygoes. Ja, ja. En je komt binnen. Ja. En dat is uh... wat ik wel ervaren heb en dat deed mij heel veel heel plezier. Dat is dat je dat dat, dat mensen naar mij kwamen en dat die zei over ernstige rollen gespeeld hebben. Dat ik, speelde, dat ik mm -hmm. zei van, maar oh, je wist niet dat jij dat ook deed, dat jij dat kon. Dat is zo. Mm -hmm. Ik dat was pakkend. Ik heb zo nu, uh, ik heb zo drie seizoenen een stuk gespeeld uh, over een dementerende grootvader. Voordat de film uitkwam, de vader van, uh, van ja, uh, Anthony Hopkins. Van Anthony Hopkins, ja. Ja. En ik heb dat gedaan met, met, met een jonge acteur, de, de, de Jacob. En Anneke de Win, uh, die was daarbij die had zo'n heel ja, etherisch kleed aan. En die, dat was, ik vond dat wel een goede vondst. Die, die, die zong, maar die, zonder tekst, die maakte klanken. Mm -hmm. En dat was, als, als ik bij uh, personages, de, de, de bomba die begon te dementeren... als ik het moeilijk kreeg, dan begon die dichter bij mij te komen. Als ik gelder momenten ging die weg. Ja, dat dus ja. was zo een, een fictief personage, die altijd in de ruimte, die nooit haar ogen van mij afhield, maar die altijd bij, die het symbool was van de dementie. Ja, 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 ja. En, en uh, ik heb ook zo. Uh, ja, of die tot corona en dan zijn we gestopt. Ik heb zo'n heel, uh, met een paar oude muzikanten, dat vond ik heel plezant, te doen, heb ik zo drie countryprogramma's ja. gedaan. Mm -hmm. en, uh, ik heb er zo een, een, een try-out van gezien online, dat er nog een filmpje staat. Ah, dat kan, je kan je zijn, in, ja. Ze. En, ja. En dat was zo, dat, 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 dat was zo ik, weet, ik weet niet meer waar we speelden. en ik had al zei dikjes te verkopen. En dan komt er zo'n madame naar mij die zei, Hoe kan dat nou. Alleen, vorige week zie ik jullie in Bompa spelen ik ze met tranen gaan en dan nou zullen je de, de plezante noten, dat mijn country-muziek. En dat zie ik als een compliment. en denk ik van ja, het is, het is, het is een job, hé, madame. Ik doe mijn job, gij, Maar is het dat ook gewoon een job? Want de, het ondermijnen je. Het, is het, het, het met het acting gete, ja. en dat soort dingen. Nou, uh, een uur en een half heb ik het vermoeden dat nuchterheid wel primeert in je hoofd. Maar is het dat echt ja, toch ook maar moet, een job? Je moet, je moet altijd vanuit de nuchterheid vertrekken. Want je bent zo, zowel voor film als theater, je bent zo, allez, je bent zo afhankelijk van andere mensen. Dat wil zeggen, je hebt tegenspelers, je hebt een regisseur die een visie heeft, je hebt een tekst waar je rekening mee moet houden. Je hebt altijd, al, ik bedoel, wij, wij zijn uitvoerders van iets wat andere mensen gemaakt hebben, geschreven hebben, ideeën hebben en zo. En dan moeten wij dat geloofwaardig of geestig maken of ik weet niet wat. Een soort van uitvoerende functie. En je kunt daar je persoonlijkheid aan toevoegen. Soms wel, soms minder. Maar als je dan zoals ik in het Reisend Volkstheater zo acht jaar alles door elkaar speelt, ja dan, dan wordt dat ook een job. Maar... Ik, ik, kan, ik heb, ik zeg het, Marleen 252 keer gespeeld of zoiets. Mm -hmm. Soms vertrok ik thuis woorden met mijn vrouw, Ambras met de kinderen, ik weet niet mm -hmm. wat, maar dan zei ik, schat, ik moet, ik moet nu gaan, want ik moet om dat. En of ik heb eens mijn, mijn, mijn uh, verschot in mijn rug gezet, en dan zo, zo een band aan en zo. En dan is dat mijn lode benen dat ik naar het theater mm -hmm. ga, maar van het moment dat je dat opkomt, is dat weg bij mij. Het is nooit zomer een job. Het is nooit zomaar, een job, is nooit is, zomaar is, een job. Het is een job omdat je het veel doet, ja. of omdat het iets is waar je van leeft. En ja. het is ook... Het is wa voilà. wa waar iemand anders zou werken, is voilà. dat voor u gewoon werken. Ja. Maar er is wel toch een, één ding dat daar nooit aan verandert. Hè. Dat is dat gevoel dat je hebt van... Ja. Dat uniek ding dat je voilà. eigenlijk doet. Hè. Voilà. En dat is soms... Het is nooit op een kantoor is... gaan zitten en, en... tegen je goesting... Het is... Nee. En dat is soms ja. ons grote fout, ja. dat wij ons job te graag doen. <laughs> Snap wat je wilt zeggen, ja. ze bellen, Carrie, je ze de vrij in die periode? Ja, 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 um, ja. Oh, tof, jong. Zo rol. echt dit verhaal, oh, dit en dat en zo, zo. Ah, in die periode, en wat vrijdag heb per dag? Ja ja yeah, we mm -hmm. moeten weten dat het budget begint niet hè. ja Ik doe dat al 45 jaar. Dat is altijd de eerste Er is geen geld. Ja, er is geen ja, geld. Dan is er ook geen kar. Dat geld is dus van mannetjes. Er is eigenlijk uit Ik zeg ik doe dat nu al 45 jaar. Ja. Zeg, mijn dagprijs om een voorstelling te spelen is toch altijd dezelfde van 10 jaar geleden? Ja. Geen inflatie, dan gaan we niet zagen, Gewoon Niet zien Nee. En ik ben nu op de leeftijd dat ik kan zeggen, oh nee mannen verdienen die prijs doe ik niet. Nee. Omdat ik dan weet van goh, dan komen wij in, in een gedoe. Ja. Dat het dat, dat, dat allemaal moet, moet, moet ingeperkt worden en zo. En, 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 nee, dat ook niet. Dat niet. Er is zo'n nee. matte met. Allee, David en Duiver, dat is zo'n graafse vormgeer. En dus wel in die grafische vormgever, want die is niet zo een pet gemaakt. En dat is goed. Nee, en er stond op: What's your budget? Ja, 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 ja. En hij heeft die, die online gezet en die was direct uitverkocht. En die is waarschijnlijk allemaal gekocht <laughs> door mensen ja, ja, ja. de artistieke ja, ja. sector. Ja, ja, ja. Dat was weten. Ja. ja, begint niet, hè? Maar gewoon, dan best... die productie, ja. want ik heb dat allemaal zien groeien vroeger voor VTM-productiehuizen en zo. Dat bestond allemaal niet. Dat ja. gaat de had de radio, punt. Ja. Maar het is door het de, door de VTM dat er de wereld is opengegaan en alles begon te rollen. Die zijn dood in productiehuizen en wat weet ik allemaal. Maar nu is dat de, allemaal gevestigde waarde, al die productiehuizen. Maar dan nemen die studenten aan die dan die productie mee moeten opstarten en die moeten dan de mensen bellen. Ik, met de mail ook in het begin zo. Ik, ik weet dat hoeveel van als de mail opkwam. Vroeger moesten ze u bellen of een brief ja, ja. Maar dan begon de mail en dan um, kom ik in de aan en oh, oh, Je moest hier toch? Ik zeg: Wat? Maar, je een mijl gelezen. Mm -hmm. zeg, man, ik Ik ben om zes uur vertrokken. Ik zeg: Je hebt niet gesteund. Had ik gisteren een nacht om kwart na één? Mm -hmm. zegs Zo was dat niet? Ik denk, denk: Ik zou even slapen met een mijl komen bezien. <laughs> Allee. Oh, ja, dat ja, yeah. hadden, hadden, hadden ze proper handen. Hè. We hebben we, we, een we Gewisten hè? Gemist, mm -hmm. het, hè dus meeleven zeggen hij weet het hij weet het. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. ik zeg eens morgens aan die mail, is en... mm -hmm. dan niet mail s avers en kom je dan niet <laughs> maar je het is wel we gesprek seks over Jan van dijk je hebt dan al zo ook de zonen van van ass want eigenlijk vind ik wel dat um... Dat het parcours dat je het gehad, dat dat, wel, dat je, wel schoon is. Want je hebt de kampioen. Je ja, die ja. ja, eigenlijk alleen maar topreeksen. Top ja, of, ja. of op zijn minst mm -hmm. hey, dingen. Ik heb dingen, dingen. gehad, ik heb hier veel alleen in goede reeksen gezien. Maar er zitten ja. heel veel mm -hmm. ook, uh, en dat vind ik er, dus we moeten zeker ook over babbelen, maar er zit ook iets, een soort ding in van. Ja, er zitten ook generatiegenoten in die meehoppen. En nu de zaak van Nassau ja, en ja, dergelijke ja, ja. meer. En ik was wel zo kon denken van. Uh, is de opvolging verzekerd ook, van dat soort, ja, hoe noem ze zoiets, ja, Kom, komische acteurs? Ja, maar dat hangt mm. ook een beetje af van wat gaat de evolutie zijn in, 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 in wat er gemaakt kan worden. Voilà, het hangt samen. Mm -hmm. Mm -hmm. Als, jij, als, jij, als jij ergens woont waar dat, waar dat comedy, bijvoorbeeld, alleen, bijvoorbeeld in Amerika of in Engeland, sitcoms, ja, dat is dan een traditie, dat is, uh, jij dat direct... Uh, de uh, Big Bang Theory. Mm -hmm, ja. dat vind ik. Mm -hmm. Dat is een van van de, Zalig, hè? Uh, vind de beste video. Ja. Ja. Maar dat is om de drie Zero om de drie keilig om keilig Dat is een joke. Maar dat is, dat is een. En dat blijven ze doen. Het blijven ze maken, dat evolueert. Maar hier in de periodes dat moeten we niet ontkennen dat op comedy. Jaren neergekeken is nog trouwens. Ik spreek voor comedy maken voor een breed publiek. Dat is ook niet gemakkelijk natuurlijk, maar dat ook is... in Amerika, want dat is ook de grap, Daar is dat eigenlijk ook. Er moet ook altijd een een comedian moet altijd mm. zo, of iemand die in een komische reeks zit moet altijd eerst eens een dramatische rol spelen. Voordat ja, ja, ja. hem oh, serieus wordt. Ja, gaat. Ja, 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 ten absoluut. eerste. En ten tweede, er, er zelden tot nooit. Ik heb bijna, ik denk alleen Kevin Klein voor A Fish Called Wanda. Ja. Dat ik weet dat hij een Oscar gewonnen uh, heeft voor beste bijrol voor een komische rol. Ja, ja. Want dat zie je bijna ja, ja. nooit gebeuren. Maar je hebt veel van die. Uh, en daarom, dat is het duidelijkste. Je hebt acteurs die je altijd in één stijl ziet. Hmm. Maar als je acteurs die die beginnen in comedy en dan eh, je zoals de cafébaas in in Cheers Ted Danson die die speelt nu al jaren in de een of andere politiereeks zoals als, als ja, ja. een, een blootserieuze serieuze uh, uh, commissaris of zoiets en je hebt dan nog en dan zeg je van oké okay, dat is het bewijs dat als je comedy kunt kunt het andere ook mm -hmm. maar je hebt veel mensen die in een serieuze reeks spelen, waar de genoeg die comedy zult zijn. Ja. Of omgekeerd, zoals de Dingen de, van, uh, Want die speelde in uh, Sophie's Choice. Uh, ja, ja, ja. ja. Uh, en dan in Ikido, die Fish Cold Wand. Ja. Uh, ja, of dingen hebben uh, Steve Martin, die zo ook bekend is als een super absurde comedian. Die ja. ook wat komische films ja. heeft gemokt. En dan heeft hij ook ineens zo'n stap gepakt ja. op drama. En nu is hij een serieus acteur. Maar ik heb, acteur, niet, ik heb ik daar fragmenten van gezien, ja. van, die heeft in New York um, Wachten op Godot gespeeld. Ja. Maar fantastisch. Ja. Ik, ik, ik lag ik gewoon ver van het lachen, maar die tijd had ja. ik serieus. Ik heb ook één keer Beckett in mijn leven gespeeld. dat is Daarom begint dat... Wat de fuck, <laughs> Moet moeten een keer Bédo. hè ik moest daar ooit een stukje voor spelen als dan zeggen ze allemaal voor, voor, voor uh, uh, Herman Terlinken. Ah, ja. Dat was toch ook niet goed? Nee, <laughs> nee, nee, <laughs> nee, maar dat. Want is... hij is toch geen grote acteur verloren. Maar, maar, om... <laughs> de, maar, maar als je. Als... Bijvoorbeeld, maar dat was. Ik heb, ik heb uh, mijn chef de Mets. Uh, Eindspel. Vijfde mm -hmm. partij gespeeld. Ja. En je zegt, de mensen, dat is ook zo, hey, voor mij is dat Fabian van Vallen, dat, dat was ook zo'n acteur. Dat ge... En um, dan heb ik met de met, met oudere Walter Tillemans gedaan. En ik heb de Walter 20, 30 jaar geleden gekend. En dat was een furie en wat weet ik allemaal. Maar die wordt dood. En dan zie je pas dat die mens, goed weten wat dat wat de bedoeling was van Beckett, wat hem daar wel mee doen, dat hem de humor er allemaal in zit. Mm -hmm. Ik kreeg me als, als jonge gast, als hij bij het amateur zo is... <laughs> um, um, wachtte op gewoon speelden of zoiets, dat was niet om al te zien. Dat denk ik, mm -hmm. mannen, god, dat toch ja. vreemd Maar als je iemand hebt dat dat doorheeft en die de lijnen ziet, wat de bedoeling is en wat een humor is, en je het goede acteurs die dat dan spelen, dan is dat fantastisch ja. om te spelen. Dat is Shakespeare, oké. Okay. Ik ja, heb wel eens gezien ja. met... Dat is zo'n filmpje een tijdje terug dat ik eens gezien heb van een jongen Ian McKellen. Maar dat was zo jaren, oh man, begin jaren tachtig of zo, denk ik. Dat hij een echt pak eh, jonger was. En dat hij dan een, aan een klas aan het uitleggen is ah, ja. over een stuk van Shakespeare. Maar die begint echt elk woord in die zin te analyseren. En wat dat daar de bedoeling achter ja, ja. is. Waar dat je die intonatie legt. Waarom dat je dat doet. En dan leest hij je dat voor. En dan zitten er nog te kijken. En dan denkt je dat is onwaarschijnlijk. Dan nou, nou rookte nou dat punt. Dat ja. ik geschiedenis, zei, geschiedenis ja, traditie ja. hebben. Ja. Kennis hebben. Ja. In, 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 in Engeland maar, dat... maar ook wel het ding dat jij zei. Over wat jij het moet doen. Namelijk echt al die kleine dingen. Ja, Eerst ja. moeten leren van het ja, vak. Ja. Voordat je het allemaal gaat beginnen doen. Absoluut. Ja. Absoluut. Want. Je, uh, Marie Lombelas die had die zin jury gezeten bij, bij, bij een hele van de rijksexamen en dat was een meisje en die stond daar zo en, en die stond daar zo en die zei ja dat tekst en en dan zei ze doe dat nu eens zo ja maar zo ben ik niet mm -hmm. ja nee waarom waar, waar willen dan actrice yeah. worden ja veel dingen te doen dat je eigenlijk die dat jij niet zei maar wat je wil moet zoeken hoe kan ik dat, hoe kan ik dat verdedigen hoe kan ik mm -hmm. dat acceptabel maken ja yeah. maar dat, en moet, daarom moeten alles leren kennen, je moet leren. Ik, heb, ik werk nu ook, alleen het is, ik heb, ik heb, acht jaar, vorig jaar de microfontjes, daar hadden wij niet zin mm -hmm. Dat dan aan zal van 100 man was of van 500 man. Moest, ja. moest je moest een bek up projecteren. Ja. projecteren, Ja, Maar ja, ja, ja dan ja. moeten ze wel mm -hmm. mee, ja, hoor, nee. mm -hmm. Ze moeten het, ze moeten het op de, op de 25e rij ook nog verstaan. Hè. Ja. En dat is, je moet daar, ik moet, moet, dat niet. Manipuleren, maar je moet je daar dat bewust zijn van de sterkte van je stem en je stem sparen. Als jij veel voorstellingen moet spelen zonder mm -hmm. microken, moet je zien dat ja. je niet te lang in de kroeg hangt. <laughs> dat, ja, maar ja. Ja, bon Dat is uh, nee, de, de, zeker. De, 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 want de vermoeid, de vermoeidheid komt, moet je zien dat je niet in de tocht staat, niet te veel bezweet, in kou. Je moet dat allemaal leren. Je moet je, uh, is de sfeer trouwens, zo, omdat je veel komische reeks hebt gespeeld, is de sfeer op, op een comedy set of een comedy reeks set, is die ook vrolijk of is dat ook zoiets? Soms. Iets? soms dat is... Is, is dat een, een schakeling van bloopers en van. Nee, de, nee, 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 want je mag niet vergeten uh, <coughs> dat uh, uh, de vier jaar dat ik uh, kampioenen deed en de eerste twee jaar en Marleen, dat was mijn live publiek. En, ja, en daar blijf ik nog altijd bij, want dat, dat is nog altijd. Engelse, Amerikaanse. Mm -hmm. was, uh, Taped live. in front of a live Taped studio live. audience. Yeah. Waarom? Omdat je een heel andere spanning krijgt. Yeah. Je staat daar in die decor en, en je wordt eerst voorgesteld aan het publiek. En dan is de warming up, er de warming-up en dan je een babbeltje bij, want de mensen wat te relaxen en zo. En dan begint het te spelen. En, en, en de, um, je speelt dubbel, je speelt voor de camera. Want je, speelt de camera, je werkt met vier camera's, of soms met vijf. En je moet tot op de millimeter doen wat het. Want als dat is live cutting, ook, hè. Ja. Dus uh, als als die dan in de wagen zit, die zegt van, je uh, hebt dus dat beeld en dan zet hij nu een uh, medium carry. en die, die, die en als ik dan niet ben, stop. Iets mm -hmm. zijn verloren shot ja, natuurlijk. Ja ja, ja, ja. 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 Dus en, en dat geldt dat, dat een goed gevoel dat de mensen die kon zeggen, Goh, gollen moet we nog wel amuseren. Nee, dat is echt. Werken. Millimeter ja, 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 werken. Ja, ja, ja. Waarom mm -hmm. denk je dat? Uh, maar je hebt een tijd gehad dat, dat het voor een live publiek ja. was, maar je hebt ook serieus tijd gehad dat het meegemaakt dat het niet was. Wil je niet alleen maar ja. ja. De obvious question natuurlijk. Wat was het leukste? Uh, mijn live publiek. Ja. Ja. Omdat je dubbel speelt. Gespeeld voor de camera, maar je speelt ook voor de tribune van 200. En denk je ook eerlijk, gewoon, hè, want dat is misschien niet zo, maar objectief gezien, Zie je het verschil? Is het beter? Ja. Is het ook beter? Ik denk dat er een deel van het publiek is dat er eigenlijk weinig om maakt. Maar ik zie goed het verschil. Ja, ja. Of dat het er wat ondergeplakt is. Of, wat wij met Lili en Marleen deden, en met twee Staten. dat was als alles afgemonteerd was, dan deden wij twee of drie avonden in TWT. Ja. Voor, ja. Voor, maar dat publiek moet dan... Heel die zal met mijn koptelefoons zitten en zo je mag dat niet beginnen babbelen maar, maar je weet in Deurne? ja mm -hmm. en dan de kogels plan ja, ja. hè? ja daar da, ah, da, da gingen wij dat dan doen ja. 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 uh, maar dan voelde dat wel omdat uw timing is ook anders. als jij de uh, camera is op iemand en die zijn een one liner baf en die andere camera komt naar mij voor een reactie maar er komt een blunderlach van de zaal dan kan ik niet direct antwoorden maar ik moet wel die spanning houden ja ja Spanning houden en eerlijk blijven in wat ik aan het spelen ben. En op gevoel, timing, wat je niet kunt leren, paf, terugzeggen. Ja. En mij, 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 als er geen publiek is, is dat, hmm. dan zetten ze dat erop. Want wij, wij, Manees, dat werd dat gedaan met live publiek in de zaal die dan de aflevering gingen. En dan soms, want gaat er dan ook, die zeiden die dat waren beroepslagers zo en uh, dat we zeggen ja oké okay, ofwel moet het gaan zeggen meneer wil u een beetje minder. of zo ja. of soms kunnen ze dat gewoon nog wegtrekken dus ja. we, we nog om dat een beetje minder, om dat wat meer geven dus dat wordt gemanipuleerd ja. maar waar ik van ik hou altijd van van, van live Life. echt tuurlijk echt ja. Ja. echt de de volen. Mm -hmm. daarom dat ik nu dingen ook gedaan heb gewoon omdat ik wou dat die's meemaken mm -hmm. ik heb nu de eerste sessie alleen deze run gedaan van Red Star Line ja omdat ik ja. dat wel, ik had dat nog nooit gedaan. musical, dat is ook iets. Ja, maar musicen. niet alleen dat, maar niet mm -hmm. zomaar een musical. Ja, ja, een enorme probleem. Alleen het gebouw ook. bewoog niet, maar de rest. Nee, ja, ja. <laughs> Maar ja. man, man, dat was. Ja. Muziek, en ik stond met onder de zeven man op de scène. Ja. En iedereen, en dat is allemaal afgemeten. En ik speelde mee, mee uh, alleen wij speelden mee Oerkes. Met Ineers, ja. ja. Ineers, uh, voor, voor, wat publiek had ook allemaal koptelefoon. Dus daar komt de muziek door, en die hoort nog stem. Maar. Bij ons, bij de acteurs, waren er soms music scores die onder de speelscène zat, Maar als ze technisch wat problemen hadden en dan, je, dan gaan spelen, dan moeten ze zeggen van, manneke, eet trager, eet trager, we kunnen niet volgen. Ja. En dan moeten we moet in dat personage blijven, die scène geloofwaardig spelen. <laughs> maar, denk ik, ik dat, dat, ze, dat ze dat met het uh, museum... Waanzin, ja. Maar dat is, en dat is weer een deel vak. Dan denk je mm -hmm. van... En, ja dat heeft natuurlijk wel dan heeft het wel enorm veel voordelen dat je die een enorme rugzak hebt hè? dat je al die bagage hebt ja. dat je dat zo en, dan krijg je... en ook in allerlei omstandigheden dan komt dat niet eens terug dat ding deurencomedie, dus een moet vier deuren het los het maar op hè. en dat zijn wel de momenten dat je dat kunt en wat dat de is dat is dat ik uh, alleen waar ik van, van, van kan genieten dat de, ik kom, allee, ze regisseur die regelmatig terug, en als die je vragen, dan weten ze dat dan zeggen die van ja, maar ik, ik vertrouw dat wel, dat komt wel in orde met jou. want die weten dat, dat je ingesteld bent. Mm -hmm. ja. dat je zegt geen vraagteken, die, nee. die weten wel wat, de, ik weet wel wat ze van verwacht en dan vullen ze dat in zonder allee, iets te logeren, maar eerlijk te zijn in wat je moet spelen, want dat is zo'n schoon, eh, hele die Franse acteur uitgekend. gekend. Eh, Michel Piccoli, nee niet Piccoli, die dikke, die mollige, de Franse acteur, uit. Want in de jaren 70 waren de Franse films heel, heel dingen, mm -hmm. um, ja. le, le Vieux Fusil en zo heeft hem gemaakt. Ja. Philippe Noiret, ja, natuurlijk ja, wel. Fantastisch ja. acteur. En ze zei van over acteren en, en die, die zei, vond, vond dat was ze fantastisch goed. Die zei, uh, uh, on arrive, temps, on connaît son texte, on fait le schmink. Dat camera en ondie la waarheid. Ja. Ik <laughs> denk, ja, dat is just, uh, Je moet dat dus... Hey, dat is de fameuze... De, als je acteert moet, moet het spelen alsof dat de, de woorden op je lippen geboren worden. Dat is mm -hmm. van een man tijdelijk. Ja. Maar dat is ook zo, je moet het... Al, al spelen... Even voilà. mm -hmm. Fantastisch. Maar waar die, waarom is er dan toch, hey, met alle respect, waarom zijn er dan toch veel mensen of heel wat die toch niet echt grote acteurs zijn. Als het dan toch... Zo simpel is het dan toch niet? Je moet het kunnen, hè? Je moet het kunnen, maar ik vraag me ook af... Zo, um, moeten Ja, wat voor een soort persoonlijkheid moeten we losmaken nu? Moeten we slim zijn? Moeten we een intelligente kant? Moeten we een droom? Ik bedoel, ik spreek daar even met mijn eigen winkel natuurlijk, voor mijn collega's. Maar ik denk dat de meeste goede acteurs, alleen wat ik en andere goede acteurs vinden, dat die toch een zekere gevoelsmatige. Je moet geen een belezen mens zijn, maar je moet met even een buik de gevoelsmatige mens zijn. En, en wel de, 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 eisen, de, de, de technische eisen die gevraagd worden: van ademhaling en best verstaanbaarheid en wat weet ik allemaal. Maar de emotie, hmm. de emotie dat, om dat over te brengen. Bijvoorbeeld Luc Philips, ik vond dat een geweldige acteur. Luc Philips, ik heb die ook als leraar zo. Mm -hmm. Maar dat was. Dat was die is die begonnen op de KNS als uh, een de decor te kussen en, en, en mm -hmm. toneelmeester, ik weet niet wel? Maar die, ik heb die nooit in 1976. Ik was. Die speelde, uh, ah, ik ken die allemaal van de. Pastoor Munten op de TV en de parochie van Mizijn en zo. Maar dan speelde die King Lear van mm -hmm. Shakespeare. Ja. En de Luk, ja, was hem een meter bij of zoiets. Hè. Maar die kwam op, jongen. En die gezag, die groeien. En die in die tijd, die speelde nog zondag, matiné, ertussen, terug in mm -hmm. avond. Hè. Ja. Oh, zonder microfoon. Hè. Mm -hmm. maar, dan, maar dat was dan, een... alleen ik heb hem dan achteraf met collega's van hem, hoe koud Die dus, zei, ja, de Luk, dat was, dat was geen, geen belezen mens, geen intellectueel. Maar die voelden het. Die voelden het niet alleen. die kon Dat moet wel, hè, want je ziet soms acteurs. En dat vind ik, wat ik altijd het strafste vind aan acteurs is. is um, want die dingen die Philippe Noiret zei, die zijn natuurlijk waar. Maar de reden waarom dat, dat allemaal zo simpel is, is ja. omdat je de, ja. de basis beheerst. Dat jij weet wat dat het is. Oh, ja. En dat ding van die la vérité. Ik vind dat heel zot als je zo iemand bezig ziet. Um, ik probeer een voorbeeld te zoeken. Maar een van de voorbeelden is bijvoorbeeld Charlie Theron. die is zo'n yeah. film waarin dat hij zo. Ik denk dat hij zoiets heeft van Young Adolescent of zoiets heette, waar zij zo'n Prom Queen is. Geweest. Vroeger op school. De knapste waar iedereen yeah. verliefd op is. En die yeah. komt terug naar, naar haar oude school, Schu school ja, waar ja, ze ja. woont. En eigenlijk is dat een heel vervelend iemand. Maar die voelt die komt terug voor het huwelijk van een ex-vriend van haar. En die zegt dan van, oh ik ga een liedje zingen en dat is mij. En dat, en dat liedje is een liedje dat eigenlijk hun nummer was. Ja, ja. zo gezegd. Ja. Maar dat is nu het nummer van hem met die vrouw waar hij ja, ja. God trouwen. Ja, ja. Dus hij kondigt dat aan, zij denkt, die gaat dat voor mij zingen. Ja, ja. En die doet dat voor haar. En het onwaarschijnlijke aan die scène is, die zegt niks, mogen die 700 emoties over ja, ja. je gezicht passeren. Ja, ja. En dat vind ik onwaarschijnlijk. Ja, ja. Mensen die dat kunnen worden gewoon, ja. dat je denkt, ja, die zijn dat aan het voelen, want dat kan niet anders. Ja. Je mag niet vergeten dat, 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 dat de camera, het heeft lang geduurd voordat ik dat verstond, maar de camera ziet meer dan het menselijke ogen. Mm -hmm. En wat de camera ziet, zien wij dan geprojecteerd. Ja. En, en, en um, de camera kan, ah, ik bedoel, ik vergeet nooit de ik weet niet in welke film dat ik meedeed, maar ach, zo in de cinema en je ziet u, op 15, of 30 meter. Veel, carry. <laughs> nee, maar dan kan ik ook verstaan dat er een verschil is tussen televisie maken en film maken. En dat, mm -hmm. en dat. Maar dat moeten we met een tijd allemaal, allemaal leren. Maar inderdaad, dan, dan, dat is zo, wat als Charlene Terrando is, dat dan, ze krijgt de kansen pakt, ze, en ze, doe, ze, ze, ze speelt eerlijk wat als ze zij denkt dat die vrouw ooit alleen doorstaat op dat moment. Hmm. Maar je weet niet. Wat gaat gezicht toe wat, wat gaat de camera, nee. wat gaat de camera ja. daarmee doen? Ja. En dan hebben ze we, wel, ze knippen eruit wat ze niet goed vinden. Of allee, binnen de visie van de regisseur dan en zo. En dat is natuurlijk het plezante van live iets te doen. Dan heb je, het, allee, dan heb je toch een zekere controle in handen. Ja. Dat moet ik u niet vertellen. Maar met een uh, film. In het begin was ik zo. Oh, oh, en, en uh, kunnen we het nog eens zo? Nee, nee, het is goed. Zei, de derde tekst vond ik de beste. Ja, maar dat was wel onscherp, we pakken er vijf. Uh. <laughs> maar ik had toch ook gevuld, ja, ja, maar pakken er vijf. Uh. En dan, dan, dan zei er. Ik, zei, ik kan niet, moet u dan, zei: het publiek kan toch niet vergelijken met andere teksten. Nee, dat is ook wel maar, ja. nee, dat is zo. Hè? Dus wij kunnen dat hoe dat we dat willen. Uh. En een, montage, een snijdige montage, dat we dat ook kunnen kun versterken, uh. of naar de boom doen. Hè. De scène. ja Ik heb dat soms gezien dat ik denk, alleen, dat is toch niet goed gemonteerd. Naar mijn gevoel, maar dan liggen ze dat dood waarom ze dat, dat doen. Dat is een andere visie, maar ik had dat liever anders gehad. Ja. Maar je moet als acteur als je filmt, dan, ja, dan denk ik, ik doe het naar best vermogen. En als de regisseur naar mij zo doet, dan denk ik oké, okay, het is in orde ja. loslaten. loslaten. Ja. En dan ja. dood er mij wat je wilde. Ja. Ik vind wel zo wat je net zei... Of zo. Uh, ik heb nog wat oude Luc Philips foto's gevonden. Ja. Bijvoorbeeld hier. Als je, ja, je speelt hem duidelijk een ernstige rol of zo, het is inderdaad zot dat dat een bomba is of zo. Wat dan ja, compleet ja, ja. een andere mens is. Hè? Ja, ja, die heeft ook dingen, ja. dingen gespeeld in de Kaan. is ook fantastisch. dood van een dead of a salesman. Hè. Ja, ja. ja. Maar man toch? Mm -hmm. Maar mensen, maar alleen, dat, dat is zo. Luc Philips heeft ongelooflijke ernstige rollen gespeeld op een magistrale manier. Maar wie, als, als je dat zegt, dan zeg je oh, pastor pas door Munten. Ja, ja. Omdat de mensen niet, niet... Alleen heel veel Vlamingen gingen in naar toneel. Peter Sellers. Inspecteur Clouseau, ja. maar je weet toen een goede acteur. Heet, ja, hebben ja, ja, dat hier ook dat is, allemaal ja. nog gedaan heeft. Dat ja. zijn allemaal zo van die gasten die ja. dat, dat je denkt, ja, die hebben zo één iconische rol, waar je die allemaal herkent, ja, ja, maar ja. die, maar als je soms ziet, wat dat die je gedaan ja, ja. heeft van dingen die dat En is, die kwam dan de nog van de radio, he, ja, dat met is de, de Goon Show, de Show, destijds, yeah. met Spike Milligan. Wat eigenlijk? Monty, Pye, Monty Python opgebaseerd. Ja, gezegd. absoluut. En heel duidelijk ook ja, ja. dat je dat ook merkt. Die neemt de beste, uh, beste grafschrift aller tijden, hè? Spike Milligan. Ja. I told you I was ill. <laughs> dus tot er die is in de grafsteen. Dat is toch geniaal. Dat ook een figuur, Spike Milligan. Met die ogen zo. Ja, ja. Maar, maar waarom is die zo funny? Omdat hij zo serieus is. Ja. En die, die is heel bewust van zijn fysiek ook. Ja. Ja. Die, moet, die moet nog maar... Tommy Kopen is het grote. Tommy Kopen, ik heb die documentaires van gezien, ik heb die banden van... Die moest nog maar rechtstaan en ze lachten al. Ja. Hij, zo, het, hij wordt ergens gevierd, ik weet niet waar. Zo in een documentaire, of, dat is toch... Dan, ja, dat, dan, ja Gewoon aan het en zo... Hij staat recht is weer al te lachen. En dan is ze zijn vrouw. Zei, ik had toch gezegd in het kabinet moest wachten? <grootie> nee, niet, ja, ja. En dan zo ook met van Nieuw van ze verstogt. Ja, ja, ja. <diepeen> is van jou, van je hebt zo'n ja, ja, ja. Nee, nou. ja. Ja, mensen, hè? Je hebt zo'n mensen. Dingen, Ton Dat ook. Ik, ja. ik, had... en... ik heb die live gezien ook twee keer. Oh. Dat, is, parce, dat is ook. Ja. Vond ik ook onwaarschijnlijk. meesterlijk. Wat, wat voor wat voor dingen dat hij. Maar had, die deed die de 60 try 60 tryouts voordat hem naar de naar de toen Amsterdam Nee, nou, maar dat ja. ik heb hetzelfde. Ik, ik try out enorm ja. veel. Dus ik snap dat mensen die dat dat doen, want ik kan dat nooit niet aan als iemand tegen mij zegt. Oh, ik heb mijn voorstelling drie keer getraaid, Dan denk ik, hoe? Ja, wij hebben het twee keer gedaan. Ik kan... oh ja, maar ja, dat is ja, zot. Maar ja, maar ja. Dat je dat denkt van, en dat wil niet zeggen dat dat minder goed nee, is. Nee. Hè? Want dat denkt er gewoon vanaf voor wie dat wat werkt, hè? Ja. maar voor mij werkt dat niet. Ja. Ik moet maar ja, als je nog wat mensen hebt, dan moeten we wel. wel zoeken. Dat, dat is. Het, dat is het, A never ending story is van nog, Zoeken. En nog zoeken. altijd, ja, ja, tuur, zelfs ja. als ik met een tour aan het spelen ben, ja. denk ik nog elke avond aan het denken: hoe kan ik deze anders zeggen? Ja, ja. dat klopt nog niet helemaal. Ja, ja. Dat heb ik niet waar ik het wil hebben. Maar wat, dus, wat ik nu doe, dus, ja. de, we spelen nu, ik speel nu tot 20 augustus in de fakkel hier in Antwerpen. Uh -huh. en, uh, Welk stuk? Uh, Minerva Ah ja, ja, ik heb het gezien, het hangt er overal af. Ja. Minerva ja. Ja. voor altijd. Ja. Ja. Over de Fameuze Radio Minerva. Ja, ja. Oh, oh, zalig. De ja, ja. en we hadden twintig repetities en twee try-outs. Ja. That's it. Ja. Zetig het kind, man. Hè? Ja. En dan de Jeroen die in een goede penijn, een goed stuk. Allee, die stijl van comedy goed schrijft. Maar dat moeten, dat moeten, dat moeten vaak mensen het... Dat is dat, hè? Dat wou ik zo zeggen. Is... Want daar dan moet al een hele goede schrijver in. Die is een acteurskind voilà. En de acteurs die het kunnen. Hè. Voilà. Dat is en, afhankelijk en dan kun je zeggen, van wat... enorm veel. En dat je... moet al in orde zijn vooraleer dat het lukt, hè, de en, factoren. En, en als acteur, als je zo'n korte repetitie hebt, gedisciplineerd zijn, je huiswerk maken. Ja. Als ze zeggen: mannen, zijn er drie, vier, vijf, en zes zonder, zonder brochure, maken, als het kan. Mm -hmm. En, dan, en dan, dan weet hij dan ook wel, die regisseur, van de eerste keer gaat dat niet echt lukken en, en dan nog eens totteren. Maar als je dat, als je dat dan niet bezig weet, het, je moet echt. Ja, ja. Nee, het moet gaan, want die neemt andere dingen niet in de kop. En zonder dat je met die brochure ligt te prutsen. Ja. Maar uh. dat, en dat is iets waar ik nu blij om ben. Dat ik, dat ik, want corona, na corona ging dus ik, ik heb twee jaar echt niks gedaan. Ja, jij ja. 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 ik ga niet alleen. Ja. Maar ik dacht die mijn eigen. Kon ik dat nog wel kunnen. Ja, zot hè? Dus die, alleen zoveel zo bladzijden van botellieren. En ik doe dat echt bij mij is dat zo met iedere lampen aan allemaal mijn bureau en zonder emotie ja. leren 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 tekst 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 teks. ik, ik moet te altijd rondlopen ah, ja, maar ik ja niet maar, dan maar, wel, je dan maar ik kan niet zitten maar ik doe dat bij ja. kortjes zo want tegen ja, 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 ja. de plek <laughs> en van de moment dat ik het zo wat begin te kennen dan loop ik ook zo wat rond ja. en dan begin ik het zo wat te zeggen ja. maar ik moet, ik moet dat echt en de emotie die komt, of de juiste emotie zoeken, dat komt op de repetitie. Ja. Want je weet ook, zolang dat je moet denken op een tekst, kun je niet spelen. Nee. nee. Ik zie dat soms in een show: van ja, die niet op zijn tekst. <laughs> die probeert nou intelligent. <laughs> Die, die, die gaat in, de... in de verte storen, omdat ja. hij niet meer weet wat het volgende ja. woord is. Ja. Die gaat ze wel meegeven en uh, die hoopt dat ze dat ook kutten. Want... <laughs> Goed, je denkt, sorry, die zien, dat weet ik niet meer. Dat is zo'n in ding, en is dat ook zo fantastisch. Want dat is ook zo'n acteur man. In um, uh, Once Upon a Time in Hollywood. En, ja. en dan ja. zo dat oh, moment, ja. die scène in die bar, hè, die Western bar, dat dingen aan het spelen. is. Uh, die en die je ja. zo eigenlijk kaag kei ja. aan het spelen, maar dan is zo door dat hem niet meer wedwessen en dan ja. zit je er zo en dan roept hij zo line. Maar dat is zo'n geweldig ding om te roepen. Maar zo, dan, dan komt die scène <laughs> en dan speelt hem die, dat met de tranen in zijn ogen. en dat is dan door de camera pakt hem dan zo ja, 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 ja. en dan komt dat meisje die zei oh mijn god die ja, ja. oh ik zie nu geen spelen ja. en die gaat weg en dan dieren de twijfel zo. Ja. Dan dat ik kinderen van 12 jaar opgepeld. <laughs> ja, die... Maar, maar je, moet dat, ja. je moet dat ook denken. Heb ja. je ooit uh, een punt gehad dat, dat je, dat je um, los van de corona, van ik heb het niet meer? Want dat, die indruk heb ik niet. Ik heb precies, precies de indruk dat bij u eigenlijk altijd wel... Nee, ik heb, het, ik heb het nog... Ik heb het um, um, uh, in het voorjaar vorig jaar gehad. Ik deed een productie, maar dat is ook een heel verhaal. En de klik met de regisseur was er absoluut niet. En ik vond dat die regisseur kon die naam nog niet zeggen, maar dat dat echt alleen. Die gaf mij, niet alleen mij, maar nog andere mensen, dus maar, van... van oh, we kunnen precies niet spelen. Die, ja, ja. En alleen dat was echt... En ik, ik had er genoeg van. Ik had er echt genoeg van. Ik was ook fysiek mijn stem kwijtgeraakt. En, en actrices die te blijven van alles. En terecht blijven van alles. En die regisseur, ja, die mord. En tijdens de generaal of de voorgeneraal, dat weet ik we dus niet meer. Ja, je doet altijd je beste acteur. En, en we deden niet verkeerd. En ik koor hem, hem in de zaal. Jammer, mannetjes. En ik zeg: zwager hè. Ja. Zwager hè. Ik wil dat niet meer horen. Nee. Zeg je, spreek jij aan Michels als je kwaad bent? Als ik kwaad zijn wel, ja. Wat is het platste Michels dat je kunt? Dat is een vrouw die heel veel is teruggekomen. Laat hem alsjeblieft plat Michels spreken. Plat Michels spreken, ja. En maar mijn Michels ook. Maar Michels is wat verantwerpst, omdat ik 20 jaar gewoond ben. Sorry. Maar het, 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 ik sprak alleen nog plat Michels met mijn vader. Uh, en het aan aan Michels, dat is omdat we geen tweeklanken hebben. Mm -hmm. we kennen dat niet. Ik ja. heb geen taal. <laughs> in Antwerpen zeggen, ik heb hier een taart en geen ja, ja. een En dat is daarom zo'n heel raar, plat Mechels, en er zijn ook veel woorden die ik nog gebruikte als ik met mijn vader sprak. Nu, de A, bij ons dat klinkt altijd goed. Hè, want de A, de, dat wordt altijd genomen als voorbeeld. van... Uh, de bij ons in het platte dialectisch staat er water in de straten. Oh, ja. Die Water in de straat is Water in de straten. Dus, ja. uh, maar ik door, in, in, in Linea Marlijn spreek ik Mechels. Ja. Ja. Maar we hebben dat kunnen verantwoorden, maar ik, zeg, ik vroeg aan de Walter, mag ik dat niet in mijn eigen dialect spreken? En dan euh, hebben we dat doodgevonden dat ik de Wiesen, die de nonnen in een koffiepot van een konga is bijgebracht. <laughs> <laughs> Door de nodetjes, uh, Waar zijn je het meest trots op uit uw carrière? Oh, man. Het is een moeilijke, het is een cliché, maar het is wel een, een toffe. Um, praktisch of ik emotioneel. Alle twee. Ik heb geen dag gedopt in mijn leven. Mm -hmm. Dat is gewoon. Eigenlijk niet. wel, ja, want dat is zot, hè. Dat is dat vak waar uw ouders van zeiden. Oh, dat ja, er ja, dat is ja, ja. geen toekomst in. Maar je moet dan ja. marchandeeren ook. Als je dan van het theater naar het ander kunt gaan, dan kon ik vragen. Mannen kunnen je geen me van dan inschrijven en dan sluit dat aan met dat. Dat komt niet met de realiteit overeen, maar de periode blijft hetzelfde. kunnen dat niet op papier was dat dat altijd maar. En dat heb ik, en dat, dus je moet ook alleen op de praktische kant zien en, en voor uw zaak durven opkomen hè. Mm -hmm. Maar uiteindelijk heb ik geen een dag uh, moeten stempelen nooit. Mm -hmm. En emotioneel, goh man, ik heb heel veel mooie momenten gehad, waar ik van genoten heb. Um, maar het mooiste moment. Dat is heel moeilijk om te zijn. Gary ja, Hager komt niet zingen Nee, nee. <laughs> Dit is het mooie. Eerst nee, dus komt hij van onder de tafel. Ja. We hebben hem bij. Dat is dan wel... Gary, ja, don't leave me hanging. Wel, ja, <laughs> ja, dat vind ik dan wel... Heel, ja, dat is nu wel... In, in de, de, de voorstelling die ik nu speel, en wat ook heel raar is, Hans-Peter Janssen doet er niet mee. Ja. In die komedie van Minerva. Maar die spreekt zijn eigen dialect, van Brugge. Mm -hmm. En dat wordt gebruikt in, de, in dingen. Maar op het einde van het, van het, van het slot van... De, van met zijn geweldige stem zingt hij uh, de melodie van uh, het mooiste moment, ja. wat Gary Hagen zingt, ja. maar dan over radio Minerva, ja. de radio van de stad. En dat ja. is zo schoon, zo emotioneel schoon, dat, uh, dat is prachtig. Maar oh, jongen, ik heb zoveel momenten, ik weet niet aan ik heb uh, Ik heb me veel... Maar, ja, veel fantastische mensen kunnen werken waar ik heel erg naar op zag. Veel van geleerd heb. En ik heb ook uh, het, het, het geluk gehad van, van, ja, van altijd die rijkste te stappen die ik ook gemarcheerd heb. Die gewoon van kwaliteit waren, volk ik zelf. En ik heb een vrij goede band met de jeugd rondom mij. Als ik, moet, uh, uh, ik heb nu zoiets gemokt bij, bij, voor streams. En uh, well, jonge mensen. En, en, Onderhoud zeker. Elodie onder, ja. en. Elodie en. Uh, ja. en, uh, en dan, dan ik, ik las daar en ik dacht. Ik weet niet hoeveel dat gefilmde. Jawel, jawel, jawel. Ja, nou, wij moesten wel draaien, daar gebouwen. Ik dat gewoon niet. Zijn, mm -hmm. Ja, en dan gewoon denk ik aan die fantasie-momenten en dat bloed. Ik je dat op een decortuk schilderen dan kan ik je dat niet af. Mm -hmm. Ah ja. <laughs> zo allemaal zo alleen en dan zei het, de, de derde of de vierde dat ik zo zei die, ja een ervaring hè. Ja. <laughs> Maar doet u dat dan plezier hey, ja ja ik ja. kreeg de energie ook van, van die jeugd, van ja, die ja, jeugd ja, ja 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 ik had ik had voor maar dat ja. waren echt zoals was dat Elodie Gbagiás en, en allez, dat zijn echt die zijn echt jong hè die ja zijn... ja dat zijn twintigers maar die ik wil altijd een beetje een achterdochter, dat, allez, omdat je er dan een patent gemaakt wordt dat je dan dat gauw wordt dat ze me niet goed begint te zeggen ja ja dat is een man, hè, want <laughs> als je met me manier beginnen aan te spreken, maar ik kan me. Uh, dat is ook zoiets raar. Als ik jong was, iemand van 70 jaar, en ik zeg die nou, ja, dan. Maar dan zeiden we dat zelf. Ik ben hier in mijn kopje geen 70, lang ja. niet. Maar, machine, maar machine, maar niet zo gewoon meer hier en daar. <laughs> dat is. Uh, een luchtensluitage die zich. Eh... Die muide wel. Zeggen. <laughs> uh, ja, bij <laughs> mij stond daarna een vijf uur en ik, uh, ik voel dat ook en dat is ook waar. Als ik vroeger iemand van vijftig, dan ja. dinkte die kon even goed honderd ja, ja, zijn ja. ja, ja, ja. en dat is gepasseerd, dat is gedaan. En nu zit je daar en nu denkt oh wow, oh, oh. ja, hey, ja, ja. er zit nog gas in de tank, he, vriend. <laughs> Zo het is, heen up, heen heen, heen. Heen, ja. het is nog niet, gedaan hè? <laughs> kan ik nog, uh, kan ik nog uh, maar, een spurtje trekken dat is. Ah, maar als ik, doe, <laughs> als ik op tram vijf kwam, wat wil met de jaren is dat ik dat ik mij hier van binnen uh, zowel privé als in mijn job rustiger zijn te be vullen en, en de relativiteit van veel dingen begint te zien. Je mm hebt -hmm. ook ooit, allez, er, en daar moeten we het niet per se over hebben, maar je hebt dat ooit wel gezegd, dat is geweten, je hebt niet de leukste jeugd gehad. Nee, dat is juist. Je zit zelf ook een papa. Ja. Voor de hand liggend, maar was je ja, wel iets dat je zei, dat maar, kon ik mijn mannen niet aandoen. Ja. Wat ik had <laughs> vroeger bij me. mijn ouders, waren, dat was geen gelukkig huwelijk, die zijn twee of drie keer uit elkaar geweest. dat was veel ruzie thuis, dat was echt... Eh, ook Manu Militari, ik, ook dat, ik was bijna een kind. Ik had geen broers, geen zussen. Uh, mijn moeder is dan op 49 onverwacht gestorven. Ik had dan een slechte band met mijn vader. En, en bijvoorbeeld mijn vader, dat was een, een hele brutale man. Maar die kon een bol entertainen, jongen. Dat was pas de artiest van de Die komt heel het café bij jou. Mm. En dan weer ik weer kwaad als de mensen tegen, tegen mij zeiden. Oh, vader is te plezant. Dat moet tof zijn, zo'n ja. Ja, ja. Was het echt erg, zoals je echt zegt? Ja, was, het was echt mm -hmm. wel Want hij had, allee, de hand werd gebruikt. Ja, ja, in die tijd... Broodden ze hun... Ook niet voor niet? nog niet, hè? <laughs> nee. Ja, ja. nee, nee, en nee maar Dat was maar, niet alleen mijn vader. Iets je ook een mot tegen je gezicht. En denk je dat de rust dat jij vond op je vijftigste omdat je ook zo vertelde, toen dat hem dan kwam kijken in het begin van, hè, dat we hier bezig waren, dat hij kwam kijken naar uw afstudeerproject. Uh, in het Ja, in het ja. In En dat het, hem zo, het niet echt zo hè, dat het wat moeilijk lag. Ben ja, dat, je dat, dan niet een beetje jaloers dat je wel die rust hebt? Want je gaat dat ongetwijfeld niet met je dochters. Uh, uh, ja, mijn, pas op, mijn dochters zijn. Uh, 44 en 46. Die zijn getrouwd geweest. De, een, twee is er trouwt. ik heb drie kleindochters en zo, maar die hebben hun eigen leven. Hè. Dat is, uh... Want ik heb altijd gezegd: van mannen, van het moment dat je de deur uitzet, je wordt volwassen. Uh, we hebben het ook moeten doen door de plannen. Je komt altijd, alleen, je bent altijd een welkom thuis bij ons, maar je moet, je moet je eigen leven leiden. Ik kan niet zeggen wat jij moet doen of niet moet doen, je mag mijn mening vragen. Ik zal die ook zeggen, maar ik moet me niet met je, met je, zeker niet op emotioneel gebied. Hey, want ik had dat, je kunt spijt hebben dat je dochter scheiden, maar je die een schoonzoon graag hebt. Maar dan denk ik denk, ja, maar ik kom daar niet tussen. Hè. Uh -huh. Want ik weet niet wat er veel, tussen veel buien gebeurt. Daar heb ik niks mee te maken. Maar uh, gesteld aan een paar eisen, dan denk ik van: oké, okay, maar mannen, geen, alle, ik bedoel, op een, op een menselijke manier doen dat de kinderen er niet van weten. En dus hebben ze hebben zich er allemaal goed aan gehouden en zo. Maar in mijn tijd, jongens, als ik een kind was. In een jaar of met mensen, ik doef tegen mijn kop zitten. Uh... Mijn vader, juist hetzelfde als je dat vertelde over zijn jeugd. Dat was ook gewoon. Maar ja, deze zelfs al veurensie tegen haar. Je ik mocht al blij zijn dat je een waarschuwing ja, kreeg. Veurensie dat erom kwam. Ja, ja nou, mijn, dat vader dan, ook, mijn vader ook. En, dat zijn andere, andere emotionele mensen. Maar, ook, maar, he, die en hebben... ik denk, maar ik denk, ja. ik denk je dat dat. Ik weet het eigenlijk niet, maar ik denk dat... Mijn jeugd was niet zo fijn, om diverse redenen. En niet zo'n mooie dingen, maar ik denk dat je, dat je daar, dat ik daar de comedy uithaal. de miserie. miserie. Omdat om dat, ik alleen. Zeer herkenbare dingen. Ja, ik geef zeer herkenbare dingen en dat, ik misbruik dat niet, maar je gebruikt dat. Je die emotie terug op, over dat die reacties toen waren, wat er toen gebeurde. En, en ja, op, op, allee, je moet gewoon. Oh, moet ik dat zeggen? De, de, de essentie eruit halen en, en dan less is more toepassen mm -hmm. met wat je wilt vertellen. Op een scène of aan de camera, dat is. Uh, dat moeten we op het moment zelf zien eigenlijk. Maar je moet het ergens op putten. Komt niet van de hemelse dauw allemaal. Dus, mm -hmm. is, uh, als je, misschien om mee, mee af te ronden, als ge, we hebben het over uw hè, verleden en uw jeugd gehad. Maar je hebt natuurlijk ook een moment gehad hè, dat je even zei van ik stop ermee, ik denk dat het genoeg geweest is, het is cool, het is gedaan. Komt ja, ik... hier, dan komt die film nog, hè, van de zonen van Van As. Je maakt die, je maakt dat ja, eigenlijk ja. een beetje rond. Dat is allemaal ja. zo... En, en, dan... Komt, en dan komt Chimpy terug en dan is, het, uh, dan is het ook allemaal gezellig uh, ja, ja. daar. En ineens zit jij weer in een spin ja, maar ja, maar ja maar ik, wa, ik, wa, ik was echt... Alleen. Ik bedoel, je komt dus net uit die twee jaar miserie van, van, van uh, corona. Deze productie dat je doet, dat is echt een ramp. Dat is echt niet plezant om te doen. Die tekst vond ik niet goed, die regisseur was heel moeilijk. Er was geen aangename sfeer en dan... Ze begonnen aan de oosterwiel, ik grokte niet in Antwerpen. Allee, mm -hmm. 250 euro in de munt bij, 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 bij de parkingdeur in de garage. Ik zei: mannen, weet je wat, ik stop ermee. Mm -hmm. Echt, ik was boog. Mm -hmm. Maar er moesten nog een paar dingen afgewerkt worden en die, 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 die lopen dan heel, die, heel plezant, heel gore, ja. toffe mensen. Ik, had, ik, had ook, <laughs> ik, speelde, ik ging een stuk spelen, Oost-West Thuisbest in de Fakkel. Toffe ploeg, met, met, met uh, Lut Hannes. Uh, Annemarie Picard, de Bert Kozenman, zie ik. Goh, goh, tof. De Corona, ja, man, het werd verzet en zo. Het wordt naar de zomer gezet. Ik was de enige van de vijf die nog kon. Ik zei, gaat dat dan spelen? Ja, we konden wel iemand vinden. Godverdikkelijk, alleen dat we een goede ploeg en zo. Maar ja, mm -hmm. praktisch zeg ik dat niet. En eh, er komt daar een jonge artiestje af die in thuis meedoet, Lyn van den Broek. Mm -hmm. ik, ik had die nog nooit gezien, dus ik heb een paar keer naar thuis gezeten. toch Man, dat was zo'n openbaring. Die had nog nooit komedie comedy gedaan, maar die, op die repetitie, die vlog erin. Alleen je weet, gerepeteerd, je je probeert dingen. Je. Zeven keer naast een bal trappen, dat kan je kwaad. Niet naast een bal trappen, dat is veel erger. Ja. Op zeven proberen, we kunnen niet op zeven proberen. Maar dat was zo'n openbaring. En één keer lukte dat, ze dat is natuurlijk aangename dingen om te doen. En dan denkt hij, oh, en mijn vrouw dan is schrijver. Wat ik alle dagen thuis. <laughs> <laughs> nee, oh. oh nee, welle, ja, misschien niet toch, niet. Uh. <laughs> dus maar nee, nee, ik heb nu een beslissing genomen, als, zoals het nu loopt, ik, ik lig vast tot uh, eind 24, nee. en dat uh, uh, is nee, allemaal theater, nee. en, en uh, zolang ik het goed kan, dat ik het kan onthouden, dat, dat ik niet moet gaan bouwen om te kunnen gaan spelen, want dat zou ik ook niet, mm -hmm. <laughs> dan blijf ik het doen, en zeker omdat ik... Om, omdat ik. Dat is misschien raar wat ik zeg, mm -hmm. maar omdat ik voel dat, dat uh, het Vlaamse publiek van mij houdt. Mm -hmm. Dat is zo. Dat is, dat is, <laughs> ik heb dat eens horen zeggen door de nieuwe stand-up comedian. Mm -hmm. ja. Dat was een documentaire. Dat was in Amerika. Mm -hmm. En dat was een documentaire ja, je je ziet te zappen op die schermen. En dat was een documentaire over, over stand-up comedy, mm -hmm. hoe dat dan ontstaan is en wie dat, er al, wie dat er al uitgekomen is en zo. En er waren een paar heel oude stand-up comedians die ze interviewden. Mannen die geen enorme namen zijn, maar die wij eigenlijk niet kennen. Mm -hmm. En die zeiden, dat was een oude en die zei: Kijk, en zeiden, je gemocht de beste schrijvers hebben rondom u. Leuke teksten, facilitaten. If, like, if they don't like you. We mm -hmm. zijn de beste scenaristen hebben. <laughs> keihard te worden. En die zijn dat. Mm -hmm. En je voelt dat met mijn collega's ook. Je mensen die dat, dat voelt bij, bij het kijkende publiek. Dat ze u graag hebben of niet. En dat, daarom aanvaarden ze dat ook. Denk ik dat je dat dan toch eens iets helemaal anders speelt. En dan, dat ze daar kunnen inkomen. Als ze geen sympathie voor u hebben, dan zeggen ze, oh, god, die laat doen, zie je: god hier gaat het die Maar mm -hmm. je, dat is zo. Ja. Ja. En, en dat is mijn stimulans om het, om het te blijven doen. Tot, tot het niet meer gaat. De meest gevraagde: stelde vraag naar u toe was: Hoe is het mij voelt? <laughs> ik zeg dan altijd, maar oh, met de weekend valt dat dan altijd. <laughs> Op wat slaapt dat eigenlijk? Ja. Ah, wel, ik ken dat niet. Nee? Ah, in Lily en Marleen is dat dus. Uh, ik, ik, ben, ik ben dus uh, Jeff, een, een artiest, fantasist van Tweede Knopschat. Hm. Maar die is zo laoi is als de Pest die nooit wilt werken. Die zijn eigen kapot vretten die hij altijd één wil dingen. maar als ze moet werken, dan, dan... Hij heeft hij last van zijn voet. <laughs> en dan zei hij hem, ja dat is omdat ik mismeesterd zijn door een dokter, omdat ik in mijn jonge jaren van mijn trottinet gevallen ben. <lacht> <lacht> en, dan, en dan, als als dan, dan als dus is, tussen de twee is, dan het elkaar, dan stamte de altijd op en sloven altijd op goed slechte foto. <laughs> dus als ze met niet nieuwe houden van waar we al snappen dan begonnen we komedie te spelen uh -huh. want, ja, dat is toch, want nu met, met, met dingen met met uh, redstallen het is een groot ensemble veel mensen en dat was een meisje van, van dingen en ze die heeft niet vragen maar die zei van goh Kari, ik heb daar dat leken van dat is mm -hmm. Zo leken dat wel dit Want wij traden dan op in het café. Mm -hmm. Ik speel dan wat Banjo en Drums en Simon zong, Maar dat is een, een eigen tekst gemaakt op uh, um, Chat en ook Chucho. dat ja. Ja. Bij ons is dat van het is Maar dan is dat een tranne zakje gemaakt. Ik moet er zijn. En daarom pak ik het trouwens. Zo stom is dat. Ja. En ik heb dan, ik vind dat meestal plezier te doen, ik heb hier niet, ik heb rommelen in die papieren, ik had die originele teksten nog van toen. En, en het staat nu ook op, op, op YouTube of zoiets. Bij, bij YouTube bij YouTube zo'n ding, Aad waarop ze leek nou, ik wist mm -hmm. dat ook niet. Maar dus zo'n ding een, 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 en dan uh, zijn er verschillende liedjes uit Lili en Marleen die ze gebruiken. En daar zeiden ze hoe stom en hoe eenvoudig dat dat allemaal is. Mm -hmm. Maar dat marcheert. Het moet niet altijd complex zijn om gewoon te marcheren voilà eerst hebben mm -hmm. we. Ja. Aan te ware pas. <coughs> ja. ja. Kijk. Ik. Kust nee. Ik de tranen mm -hmm. <laughs> zakamakka. Dat is geen. Dat is lekker hand. Ja. Dat is ook altijd goed, dat je altijd eerst zo'n reclame overwust krijgt en dan is het zover. Ja. Dus we... hij, ge hij geeft het niet van geluid, denk ja. ik. Wilt hij ja. niet? Nee, hij doet het niet. Het gaat niet Maar dat uit. is zo, altijd zo, de eenvoud van... Ik heb dat nog gekend in mijn jeugd, in Mechelen, in, 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 dat dan met de weekend, in, in een vlogcafé, een accordeonist en, en een drummer jaske zei ze. Mm -hmm. Toen komt de jaske spelen. Ja. En dan, dat, was, dat was echt zo. Ja. En dan ze dan, dan tussen de wallen van de sigarettenroepen. Ja. En dan Pinten pakken. En, 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 en de mensen dansen erop met mm -hmm. en en. en dingen. Wat zouden eigenlijk nog? Als je zegt van, hè, want je, je, je laat wel voelen: van... oké, okay, ik, ik besef wel dat ik kon zien hoeveel jaren dat ik iets ja, ja, nog zou doen, dat. of hoe lang dat, dat nog gaat duren. Maar wat zou je nog willen doen? Dat je nog één ding kon kiezen, dat je zei: oh, dat zou ik echt nog gedaan willen hebben, voordat ik zeg de blok erop. En ah, wel, ik kon dat doen. Mm -hmm. ik er heb, ik heb, is um, een stuk in de film die in de jaren 70 zoveel indruk op mij gemaakt heeft. Dat vond ik geweldig. En dat is The Dresser, heet dat. Oké. Okay. The Dresser, en dat is een Engelse film. Dat is met Tom Courtney. Die mm -hmm. speelt The Dresser. En dan de acteur van de, van de, die de acteur speelt, ben ik vergeten. En dat is zo'n schoon verhaal. En ik heb dat altijd eens willen spelen, maar als ik daar nu op terugkijk... Toen was ik veel te jong om dat te doen, maar nu zou had ik dat willen doen. En een dresser, wij kennen dat niet, dat is een woord. Als je dat opzoekt, dat is uh, een persoonlijke assistent. Mm -hmm. Maar in, in, die, in die oorlogsjaren, in, in, in bij een kleine kleine Shakespeare compagnie Een dresser, dat is ja, dat is een beetje een, een, een volkse jongen die de koffie brengt, die de, 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 de acteur mee was na de voorstellingen en ja. die, mee manusje en, van alles. Manusje eigenlijk. van alles. Ja. Persoonlijk ja. Een assistent, maar ja. op een heel licht niveau. Tom Kort speelde dat en dat is de NOMO. Maar die mocht alleen. Je mocht dat eens nauwelijks kon, kon dat niet laten zien. Want in die tijd kon hij zelf liggen. Dat kwam veel waar hij niet mm -hmm. die tijd. Maar binnen dat, binnen dat gezelschap is hem, is, hem, is hem op zijn gemak. Is hem, is hem goed en betekent hem, betekent hem ook iets. En um, ik ga dat nu spelen. Ik heb dat het op tafel gegooid. En de Frank Carnot, uh, die zei: Oké, okay, dan gaan we dat doen. En uh, ik ga dat nu spelen in het najaar. Um, we hebben een heel dat affiche is al schitterend, vind ik. Wacht, je moet, je moet uh, dingen bij een, uh, één zee moeten zien. Eén, twee E's met accent u op, streepje zee. Mm -hmm. En dan kun je dat fiets zien. Uh, Want wij doen het onder de titel um, achter de schermen. Omdat mm -hmm. dresser, dat is een Engels woord. Ja, ja. Voilà. Hier, dat is het. Ah ja, ja, ja. Ja. En dat is, ik speel de dresser en Frans Maas, iets zo is als die gaat een acteur spelen. Ja. En die dresser, dat is zo'n gewoon rol, dat is zo, in deels deel is dat luchtig. Ja. Dat is, en hij probeert de uit te danken en zo. En, en hij, die acteur is een beetje aan, aan het inventeren en hij probeert altijd de problemen op te lossen en zo. En hij is een volksjongen, hij spreekt dialect. Uh, en, uh, en ze spelen King Lear van, van uh, de avond van de voorstelling. De tweede deel zie je dat die voorstelling hier en daar serieus fout loopt. Probeert dat op te lossen en zo. Maar dan komt er van die, die dresser een venijnig kantje naar boven. Tegenover een jonge actrice die, die de acteur wil die palmen en hij wil dat niet. En helemaal op het laatste wordt, een, wordt het echt dramatisch. Dan, dan sterft een acteur en mm -hmm. de, de, de dresser blijft met niks, maar dan ook niks over. Ja. Dat is een schoenenrol. En ik zei dat, en, en die mannen gingen dat doen, ja, die willen dat doen. We gingen dat in de, vanaf 10 november in de fakkel spelen. En dan in het voorjaar trek ik ermee rond in Vlaanderen, 25 voorstellingen in Vlaanderen of zoiets. Ja. Maar, dat is, maar we willen het wel moeten werken, bewerken, omdat het oorspronkelijke stuk is 12 acteurs. Ja. Maar dat is in het commercieel systeem niet te betalen. En ik bedoel, als je mm. een subsidie. Toneeloos, als mm -hmm. het bevalt, of maar half man in de zaal, het is toch betaald. Ja. Subsidie. Maar geen het commercieel circuit werkt, ja, dan moeten we een break even hebben, dan moeten de mensen allemaal kunnen betalen. Dus we hebben dan de toelating van Londen gekregen voor het herleiden naar zeven, zeven acteurs. Alleen um, drie acteurs en vier vrouwen. En uh, we wilden het ook naar Antwerpen brengen, omdat het speelt zich af tijdens de bombardementen, tijdens de Tweede Wereldoorlog in Londen. Maar er zijn veel raakpunten met de bombardementen die in, in Antwerpen geweest zijn, uh -huh. twee jaar later in, in de oorlog. Maar ook het ontstaan, van dat allee, dus het bestaan van dat reizend gezelschapje, dat had ook zo veel raakpunten met het, het, het begin, het ontstaan van het toenmalige reizend volkstheater. Dat toniel, dat over, over heel Vlaanderen. Maar die toelating kregen we, we mochten niet, uh -huh. we mochten het niet adapteren naar, naar Vlaanderen. Oh, okay. Maar dan, nee, dan zitten wel mij in de tekst uh, heel veel plaatsnamen en zo. Dat je denkt: ja, dat is in Engeland betekent dat iets meer. Nee, is, ja, he, dat ja, ja. Dus hier en daar wat simplifiëren. Want we moeten het, het, vooral het verhaal vertellen van die mannen. Uh -huh. En ik, ik, allee, ik vind dat fantastisch van de, van de Frank dat dat wilde. Eh, want ik bedoel, het ja die zijn ook gewoon van. Oscar wel te zien, bij manier van spreken, in comedies, ja. ja. maar dan denk je oh, nou, bon, nu speel ik iets, niet voor mijn eigen, maar dat wil ik nu toch wel eens doen om dat te spelen. En, en Frans, Frans, toevallig, is dat ook iemand die is nu, Frans is nu drie, vier, zeventig of zoiets, en die zei, ik heb dat ook altijd eens willen doen, dat stuk, maar die rol die hij speelt, mm -hmm. dat is zo schoon. Dus, dat ga ik doen, en dan zal ik de gelukkigste mens zijn van de, En dan daarna zei ik wel, Carrie <laughs> Gooses merci om af te komen, man. Dat is okay. mega cool. Dank je. Ik vond het echt uh, geweldig. Trouwens, uh, vanaf 10 uh, augustus te zien op uh, streams: uh, dus uh, Frakken en Jimpy. Een uh, spin-off-reeks van de zone van Van As. Ik, ik heb het gezien, het is, het is geestig. Okay. Het, is, het zijn uh, acht afleveringen van 12 minuten, niet langer. Okay. Maar je kunt ze na elkaar zitten in de film. Ja. En het is uh, Frakken en Jimpy die dus beslissen van. Op eigen houtje een ja. garage te beginnen. Wat totaal fout loopt. <laughs> Ik had al een dat dat niet goed ging aflopen. Want comedy is misère. Ja. In ieder geval, Kari merci om af te komen. Het was fantastisch. Graag Ik ben heel blij dat je er hier gekomen bent. Ik vond het geweldig. Uh, voilà, dat was het voor ons voor deze week. Ik ben Alex Adizandri, dat is Marijke. Samen zijn wij welcome to the AA. En de volgende week zijn wij er terug, when we make Monday great again. The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome. Hee hee. Ah ah, ik ben hier aan je in de Als het ergens over moet gaan, zijn de mijn steel. de feest! Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.